Hi, this is Gilbert Gottfried, and you're listening to the Fuckcast. So it's the best fucking show on the fucking air. You know what? And everyone who is involved in it can go fuck themselves. Het is vandaag maandag 15 november en ik zit hier tegenover Anke Brouwers. Anke, welkom. Dankjewel, Fokke. Hoe is het? Goed. Ja, we zitten in een lege joker. Maandag zijn we gesloten en dan hoeven we niet in die vieze kelder te zitten. Dan kunnen we hier mooi boven en niet face-to-face. Niet, weet zelfs wat bestaan we de kelder niet af. Ik ben er al eens een keer geweest. Ah, hoor. Toch wel? Ja, ja. Ja, voilà. Nou ja, dat is dus... Dit is beter. Dit is iets prettiger. En dan kunnen we, nou, het is niet warmer, want het is hier eigenlijk best koud. Maar we zitten hier vanwege het boek wat jij geschreven hebt, getiteld Mooi zijn en zwijgen. Ik hou het niet in de kamer voor de mensen die luisteren. Een dik boek, nou valt wel mee. Het is een mooi boek, goed geschreven boek, over de machtige vrouwen van de Amerikaanse stille film. Zo staat het er? Ja. En dat is het ook. Het gaat over de stille film, dus voor de mensen, jij bent, wat is jouw... Hoe omschrijf je jezelf? Dat is altijd makkelijk, als ik het niet hoef te doen dan. Ah ja, goed. Ik ben docent filmgeschiedenis aan het Kask in Gent en schrijver. Ja. Nu omschrijf ik mezelf nu. Ja, dat ben je ook, hè? Ja. Dat is heel fijn om een eerste boek vast te hebben en dan lijkt dat heel mooi. Hoe voel dat om je eigen boek in de winkel te zien liggen en vast te hebben? En... Dat is prettig, hè? Hoe kan ik... hoe kan ik het anders omschrijven? Dat is heel prettig. Maar ben jij een boekennerd? Dus ben je iemand die boeken koestert en andere boeken leest en dingen? Ja, ik ruik aan boeken ook. Dus dat is al een heel specifiek type mensen die erin gaat snuffelen. Ik koop ze ook graag. En dat is een probleem, want we hebben geen plek meer thuis. Ja, dus, in de boekenkast. En dan moet je beginnen selecteren. En dat worden heel pijnlijk, zijn al pijnlijke situaties. Je moet dan eigenlijk zeggen van welke boeken vinden we minder leuk of daar zijn we niet emotioneel aan gehecht. Ja. Die kunnen we misschien... weggeven of zo, maar dat is moeilijk. Dus, Ja, ik ken het gevoel. Ja. Dus er is een boekenkast en die is vol. Ja. En dan is het één, als je er een nieuwe koopt, moet er één uit. En dan moet er een andere erin. We zijn nu met dubbele rijen bezig. Ja, en op elkaar stapelen. Maar dus je koestert boeken, dus dan vind je het ook leuk om je eigen boek te koesteren. Ja, zeker. Ja, dat is toch ook. Ik vind het ook gaaf. Ik heb ook in mijn boekenkast, want ik ga nooit een boek schrijven, maar ik heb wel een aparte sectie in mijn boekenkast. Voor boeken die gemaakt zijn door mensen die ik ken. Aha. Dat is een aparte sectie. Ik ken een aantal mensen, een aantal comedians en dingen. Aha. En jij gaat nu tussen de... naast Joost van de Kastelen en Xander de Rijken en Sylvester Zwanen wel. Daar is het fan toe, denk ik. Dus dankjewel. Ja. Voilà, dat is een divers gezelschap. Maar goed, de vrouwen van de stille film. Dat is een heel speciaal onderwerp. Mm-hmm. Waarom kiezen we dat? Of heb je dat gekozen? Wel, ik wilde sowieso graag iets schrijven over... Het was eigenlijk de uitgever die mij gevraagd heeft om iets te schrijven. Hij vond het heel interessant. Ik heb ooit voor de Universiteit van Vlaanderen heb ik een college gegeven over serials. Dus dat waren episodische afleveringen uit de stille periode, de jaren 10. Ja. En daar had je altijd een vrouw in de hoofdrol. Dat waren heel bijzondere vrouwen die allerlei dingen konden, atletisch, die over... Dat is toch een heel genre eigenlijk? Echt een genre, ja. Tuurlijk. En in Amerika was dat heel specifiek. Had je dus die reeks... Dus die wekelijks werden in de zalen uitgebracht. Dus een aflevering van 20 minuten. Hè, zoals je nu zou zeggen, we kijken op Netflix elke... Hè, we volgen onze... Ja, dat was eigenlijk een soort tv-reeks, maar er was er geen tv. Nou ja, helemaal want dat, ja. Want als referentiekader is heel makkelijk... Flash Gordon was ook een serial. Mm-hmm. En daar is Star Wars op gebaseerd. Ja. Het feit dat Star Wars bedacht is met die crawl in het begin... Dat is gepikt van Flash Gordon. En maar dat is jaren 30. Ja. Science fiction dinges, serials. En er zijn altijd meerdere afleveringen. En je ging elke week of elke maand ging je dan kijken naar de volgende aflevering. Ja,
dat kon je doen. En net zoals, want natuurlijk de eerste basis waar dat dan eigenlijk die films dan op gebaseerd zijn, is gewoon de literatuur. Hè. Dat werd in magazines uitgebracht, wekelijks. Serial fiction komt eigenlijk uit tijdschriften. Ja. En wat ze deden dan in de jaren 10 was, dus je had dus die serials en je kon wekelijks ook in de krant het verhaal nog eens een keertje nalezen. Oké, okay. Dus dat was eigenlijk foto's. Multimediaal. Totaal multimediaal. Je kon zelfs schrijven, ze hadden soms vragen voor het publiek van, wat zou er nu gebeuren? Wat denk je dat onze heldin volgende week zal overkomen of zal aanhebben? Ja. Of wat gaat ze beantwoorden op het huwelijksaanzoek en zo? En dan mocht je daarop reageren. Dus dat is iets heel interactiefs, inderdaad. Ja. Dus het heeft zo een heel groot publiek warm gekregen. En niet alleen vrouwen, het was echt voor een heel breed publiek, want alle genres werden bespeeld. Ja, Flash Gordon, science fiction. Hè? Dat is, ja, tuurlijk. Hè? Maar dus de serials zelf konden westerns zijn, konden detective fiction zijn, het konden eerder in de natuur afspelen. Allerlei soorten van verhalen. En er was dus een variaat, een vorm die puur vrouw... Maar niet zoals een soort... hoe zeg je dat... Niet alleen maar romantisch, hè? Dat waren ook avontuurlijke zaken. Ja, natuurlijk. In de eerste plaats eigenlijk avontuurlijk. De romantiek komt voor in de allerlaatste aflevering. Hè? Want om een beetje... De tijden zijn nog altijd... we moeten het niet vergelijken met nu. Dus 100 jaar, meer dan 100 jaar geleden. Hè? Dus op het einde heb je wel een soort van romantische coda in de vorm van een huwelijk. Ah, toch? Ja, maar dat moet wel getrouwd worden aan het einde. Op het einde is het conservatief. Want je moet weten als kijker... Ja, maar nu is het gedaan met die gekke avonturen. En zal ze gewoon naar huis gaan en de gezinnetjes stichten. Ze moet wel het einde van de aflevering de huisvrouw worden. Uiteindelijk willen we dat toch terug zeker zijn dat iedereen zijn natuurlijke rol gaat opnemen. Ja, we lachen daar wel mee, hè, maar dat is uiteindelijk als je gaat kijken naar wat eigenlijk de meeste romantische fictie nog altijd ons vertelt, zijn nog altijd eigenlijk heel conservatieve eindes. Je hebt nu wel uitzonderingen. Maar... aan het einde van, ik bedoel, de man moet ook altijd wel de vrouw krijgen en die gaan ook wel kussen. Het is wel om die dan inderdaad te beteugelen en in de keuken daar te sturen. Maar het is wel zo van... aan het einde moet hij wel een vriendinnetje hebben. Bijvoorbeeld. Ja. Maar het leuke is wel, je ziet dat niet. Wat hebben we wel gezien? We hebben ze wel zien op rijdende treinen springen en in auto's racen en op paardrijden. En dan inderdaad het stukje in de keuken. Gelukkig moeten we ons dat maar gewoon verbeelden. Dat is de epiloog eigenlijk. Dat is de epiloog die nooit wordt getoond. Dus daar had je een lezing over gemaakt... Ja. En eigenlijk heb je dat uitgebreid en dat is je boek geworden. Ja, en dan vroeg dus de uitgever, bij Uitgever in Vrijdag, zeiden ze van, dat vind je een tof verhaal, wil je daar eens niet meer over opschrijven? Ik zeg, ja, graag. Ja. En dat bleek dan één hoofdstuk te zijn. Tenminste, dat werd dan eigenlijk de focus van dan een breder boek over die hele periode, de jaren, vooral de jaren 10 eigenlijk, komt het meest aan bod. Dus de eerste 20 jaar van de 20e eeuw. Ja, van de 20e eeuw, de eerste 20 jaar. En de periode ook, zelfs bijna de eerste 30 jaar eigenlijk, hè. En gewoon die periode is zo interessant, vooral vanuit dat vrouwelijk perspectief. Ik moest een keuze maken, hè. Ik kan het over stille films schrijven. Jij bent zelf ook een vrouw, naar het schijnt. Dus het is ook wel zo, dat las ik ook ergens anders, dat in die periode ook gewoon heel veel vrouwen in de cinema zaten. Ja, voilà. Dus dat... Meer dan daarna, wat ik dan raar vind. Ja. Hoe komt het dat er echt een soort, dat er... Misschien, ik weet niet, evenveel, maar gewoon ook heel veel vrouwen zijn. Ja. En dan daarna niet meer. Hoe komt dat dan? Wel, omdat eigenlijk film als industrie ontstaat dat eigenlijk als iets dat mensen weten nog niet, hadden geen glazen bol. Hè? Die wisten niet wat de omvang zou worden, hoe dat zou groeien. Ja. Dus als dat een kleine cottage-industrie is, dan heb je heel veel kansen. Dan hebben vrouwen, mannen, maar evenveel, hè, trouwens, mannen en vrouwen. Nu, het is inderdaad historisch, veel vrouwen waren actief als scenaristen, als monteur, als regisseur, producent. Hè? Dus dat is pas iets dat eigenlijk misschien nu terug, waar we terug aan het komen zijn, hoewel ook scenario schrijven, dat is nog altijd, vind ik, een totaal ondergerepresenteerde functie. Ja, toch zeker voor de grote projecten in Hollywood valt dat nog altijd op. Ja. Dus dat is een super periode. Maar van zodra dat dus, zolang dat klein is, kan er veel. Is er flexibiliteit en kunnen we dingen uittesten. En het model was ook eigenlijk de theaterwereld. Ja. In de theaterwereld had je dus ook een heel... werden de rollen ook gemakkelijk uitgewisseld. En had je niet zo'n strenge hiërarchie van, ik ben de regisseur, ik doe alleen maar dit. Die kon dan ook eens een andere taak doen. Ja. En je kon iemand in je troep hebben die zei van, ik ga het volgende stuk schrijven of regisseren. Ja. Dat soort van gemakkelijk. Dat ging allemaal. Dat ging allemaal. Ja. Dus daar hebben ze zich op gebaseerd. En dus zolang dat de budgetten klein waren, is er zo precies geen risico. En het is heel grappig, want dat is echt letterlijk hoe dat werd ingeschat. Hè. Vanaf de jaren 20 heb je echt het grote geld. Dan is Wall Street betrokken en heb je grote bankleningen nodig om films te maken. Ja, zoals nu nog zoals altijd. Zoals nu, want het wordt duurder. Ja. En dan gaat men eigenlijk in plaats van naar de theaterstructuur, naar de bankstructuren kijken. Ja. En die zijn anders georganiseerd. Dat zijn mannelijke raden van bestuur. Ja.
En die willen niet zoveel geld uitbesteden aan een gevoelig, intuïtief en ja, onberekenbaar wezen. Nee. Dat soort van vooroordelen. Dat snap ik ook dat wel. Snap jij natuurlijk. Als het menstrueert, dan moet je het wel. Ja, moet je oppassen. Exact. Nee, maar ja, dus ja. Het gaat letterlijk over zodra er geld mee gemoeid wordt. Is het voorbij. Ja, dat is nu de voornaamste reden. Er zijn natuurlijk nog redenen. Hè, want je kan natuurlijk ook... Het is ook gewoon op een kleiner niveau. Zijn er ook andere ideeën, seksistische ideeën. Hè, en ook als bepaalde sets zijn heel mannelijk. De meeste technische beroepen werden uiteindelijk op sets door mannen gedaan. Ja. En dat was moeilijk, gewoon cultureel het algemeen moeilijk, dat er dan een vrouw aan het hoofd zou staan. En 100 jaar geleden en nu nog altijd. Hè? Zou geven. Sommige mensen hebben daar nog altijd een probleem mee. Dus dat is gewoon een klein... En dat lijkt nu zoiets om neuterig. Hè, we zijn er precies over aan het zeuren. Maar dus een heel grote regisseur Lois Weber, die zei in 1927, in een interview zei ze van, ik merk dat nu op sets, als ik het 10 jaar geleden vergelijk, dat ik mij gewoon harder moet bewijzen, dat mijn autoriteit in vraag wordt gesteld. Ah, dus het is dus achteruit gegaan. Het is eigenlijk achteruit gegaan, ja. Dat is wel bijzonder, hè? Ja, ik bedoel, want mensen denken altijd dat alles maar alleen maar vooruit gaat, maar dat geloof ik ook niet. Je voelt ook dat sommigen, even globaal aannemen, ik zag onlangs op de Hollandse TV een anti-abortus spotje. Dat ik denk van, really? Gaan we daar terug? Dan gaan we toch... Dus blijkbaar, het gaat niet alleen maar vooruit. Het is eerder cyclisch, hè, vrees ik. En daarom dat ik altijd... nu ben ik zo precies de onheilsprofeet, hè. Maar als nu mag, mensen zeggen van... Mijn even ja, ik weet dat ik hier een goed adres zit. Ja. Nee, dus het feit dat mensen nu zeggen van... Je ziet toch, het is wat aan het veranderen. We krijgen Oscar-winnaars, grote prijzen in Cannes en Venetië. En er is meer representatie op de festivals. Dat klopt allemaal. Ja. Maar niks is ooit verworven. En ik vind dat een heel goed voorbeeld, hè, van die abortus-spotjes. Rechten worden constant terug afgenomen. Niks is voor altijd. Kijk naar Texas en andere staten en andere wetgeving. Dus wat dat betreft, en dat laat ik eigenlijk... misschien is dat iets dat ik wou dat niet te sterk maken als punt, maar ik denk dat het laatste hoofdstuk geeft daar hopelijk wel wat mee. Dat gegeven van dat er... want eigenlijk is er van een heel mooie periode. Dat heeft het is een niet zo vrolijk einde, hè, voor een heleboel van de hoofdpersonen. Daar zullen we het zo over hebben. Ik heb een aantal een boek en dan heb je een aantal films die ik heb bekeken, waarvan ik dacht dat ik ze gezien had en dat bleek dus niet te zijn. En daar gaan we het zo over hebben. Keileuk. een ander ding, want inderdaad, we hebben het hier over een periode 100 jaar geleden, tussen 1900, ruim genomen tussen 1900 en 1930, laten we zeggen. Ja. Het aardige is wel, en dan komen we het meer met die cyclische dingen, dat er een tijdsgeest was dat men wat schrik had voor de industrialisatie. Dat is heel vergelijkbaar met wat nu aan de hand is. Ja. Dus dat er helemaal niet zo... Het lijkt heel ver van je bed, maar hoe mensen in het leven stonden en hoe mensen dachten over... Oei, de grote stad is gevaarlijk en raar en er is te veel aan de hand. En die auto's, wat is dat allemaal? Ja. Ja, dat is nu ook op andere manieren ook gaande. Ja, inderdaad. Dus er is nooit niks nieuw. En ik denk dat dat zo'n beetje... Ik zeg dat graag ook altijd als ik dan aan het lesgeven ben, zeg ik dat ook aan de studenten. Alles is al eens gebeurd en uitgevonden en gezegd. En we zijn eigenlijk niet nu de eerste keer alles aan het meemaken. Maar waar men bang voor was, dus cerealitis, was een soort van aandoening dat men toeschreef aan jonge mensen die dus verslaafd waren aan serials. En als je leest hoe over serials of over films wordt gepraat, dat lijkt heel hard op het discours dat dan 50 jaar geleden dan werd gevoerd over literatuur. Want dan was men bang dat jonge vrouwen door literatuur en alle soorten van comic books. De jaren 50 comic books, nu videogames. Of online social media. Of YouTube social media. Voilà, dus nu zijn daar de mensen in geworden. Dat is natuurlijk zo, het is altijd de schuld van iemand anders dat je je kinderen niet fatsoenlijk opvoedt. Dat is een beetje waar het een fenomeen dat hun hoofd op hol laat slaan en dat dan van de redelijkheid en fatsoen dat mensen vinden dat films aanzet tot geweld of comic books of videogames of YouTube... Whatever. Voilà. Nee, jouw slechte opvoeding. Of slechte genen, hè, Bibi? Ja, of slechte genen. Maar wat ik wel inderdaad boeiend vind, is dat je schetst ook in je boek een periode waarin allemaal dat nieuwe dingen gebeuren. Ja. Ja, dat is nu ook. Dus het klinkt misschien voor mensen nog heel lang geleden, maar er zitten heel veel parallellen met nu te trekken, denk ik. Ja, tuurlijk. Zo, de manier waarop ook het hyperstimulerende van de omgeving wordt omschreven, zodat je overal constant informatie krijgt en zowel visueel als verbaal op alle vlakken moet je beslissingen nemen. Als je dat denk je moest dus weten. Wat de hel, gasten, dat was niks ten opzichte van nu. Nee, maar daar waren billboards en kranten tv-spots jaren 50. Nee, dat is later, hè? Ja, dat is later. Maar dus inderdaad, al die manieren waarop er informatie naar je toe kwam, nu is dat nog veel meer. Maar dat was toen al van nul naar veel. Ja,
Maar het gaat inderdaad eigenlijk over wat is de sprong, hè, en hoe groot is het verschil met wat ervoor was. Hè, inderdaad. Ja. Dan was er inderdaad, dat is de totale moderniteit en inderdaad, zoals je zegt, die industrialisatie. Ja. Dus dat was zo groot en zo overweldigend dat dat wel moest overgeschreven worden. Maar dat krijg je in literatuur, maar in films natuurlijk ook. In films gaat het ook wel vaak daarover. Vandaar in die serials, ja, zijn ze vaak het slachtoffer van de moderne technologieën. Ja. En dat is zo grappig, hoe dat dus de verzonnen, of de science fiction eigenlijk, ja, ja, heel veel van die dingen zijn op dat moment science fiction, dat zijn eigenlijk allemaal uitvindingen die we nu gebruiken. Hè. Dus eigenlijk gsm's worden, ja, hè, of camera's, lange afstandscamera's, hè, waarmee, ja, je surveys kan doen. Ja. Dat is, ja, is wat. Dat is dus, ja, echt, dat vind, heel ik, vind, ja, ik ben natuurlijk science fiction nerd, maar, ja, dus ik vind dat heel boeiend om te kijken hoe ze in de jaren 60, 70 dachten hoe de toekomst eruit gaat zien. Mm-hmm. Ik bedoel, ja, het feit dat een van de belangrijkste science fiction films is 2001. Mm-hmm. Ja, dat, ja, we zijn nog niet daar. Hè? Dat, die zijn al veel. Die waren in 68 dachten ze. Want die films waren 68. In 69 was de maanlanding. Dus het was, ja, ook logisch geweest dat we dat verder hadden gezet. En dat we nu al een kolonie op maan hadden gehad. Maar dat is helemaal niet. Maar dat dachten, nee, ze toen wel. Mm-hmm. En dat vind ik, ja, dat vind ik heel boeiend. Maar andere dingen zijn wel voorbij. Andere dingen zijn we nog lang niet aan toe. Nee. En dat is ook, dat is heel... Een van mijn favoriete momenten is in Johnny Mnemonic. Dat heb ik net toevallig gezien van de week. Echt waar. Zo. Die speelt zich af in 2021. En wat heeft hem dan 1 megabyte? En dan is altijd van... Oh, ja, nee, hij heeft zoveel gigabyte heeft hij wel. Maar het is wel nog altijd... Ja, daar hebben wij ook op onze harde schijf nu. Maar ja, tuurlijk. Maar ja, dat zijn de ouderwetse harde schijfjes. Ja, 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 ja. Dat floppy disk, tuurlijk. Dat kun je je voorstellen. Dat is een film van midden jaren 90, denk, ja, ik. Ja. Ik heb die net toevallig gezien, omdat er in... je hebt zo Hackers. Je hebt zo'n aantal films in midden jaren 90 die een soort toekomstbeeld en een soort internet. Ja, ja. Films voor The Matrix nog zo. Ja, 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 en Johnny, ja, Mnemonic is een heel goed. Ja. Die heb ik letterlijk van de week zitten kijken. Want die speelt zich af in 2021. Ah, ook. Ja, 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 ja. Leuk. Dus, ja, daarom dat vind ik altijd leuk. Want dat vind ik gaaf. Dat ze denken, ja, dus dan denken ze, oké, okay, 15 jaar in de toekomst. 25 jaar in de toekomst. Hoe gaat het eruit zien? Ja, niet zo, hè. Want ze moeten niet nog zo, iets faxen. In die film faxen ze dat. Ja, faxen ze, oh, nog niet. Want hij heeft informatie op zijn hoofd. En hij moet 3 beelden doorfaxen waarin dat dan kan getriggerd worden. Dat is de sleutel, ja, van die, ja, bladibla, MacGuffin. Mm. Maar wat ik ook, ja, terug naar de jaar 1920. Ja. Wat ik ook heel boeiend vind, ook om een soort kader te schetsen, is de filmbeleving. Ja. Dus films toen waren eerst... 10 minuutjes. Ja, eerst een paar minuutjes. Ja. En dan 10 minuutjes. Mm-hmm. En die in een soort carnavalsetting werden die vertoond op plekken. In het allerbegin. Ja, echt in het allerbegin. Hè. Dus al in Amerika al vanaf 1905 heb je wel de Nickelodeons. Kijk, ja, dus echt wat dan soms oude winkels of cafés waren. Of kleine, ja, theaterzaaltjes worden omgevormd tot echte cinema's. Dus dan, ja, had je 1 vaste vertoningsplek. Ja. Maar daarvoor, en nog trouwens op dat moment, hè, werd er inderdaad rondgetrokken. Hè. Dus op kermissen bijvoorbeeld. Als je naar Vaudeville ging of Music, ja, Hall, dan kon dat één, ja, van een de Vaudeville, argumenten... Dat was eigenlijk een soort... Van de... verlenging van de vaudeville shows. Ja. Ja, ja, van, ja. Je keek naar een goochelaar, je keek, ja, naar een buitspreker, je keek naar een, ja, vrouw met een baard. Ja. En naar die trein die het station binnenrijdt. Ja, bijvoorbeeld. Iemand die zo'n konijn beheert. Of een eend die kon spreken, ja, of zingen. Spreek je de eend? Zingende eend. Dat was een heel bekende Gus Visser. Ah, ja, echt? Singing Duck, die... hè? Ja, ja, ja. Het, ja, is, ja, van de eerste geluidsfilmpjes. Dat je dat, ah, kan, ja, okay. En dan zingen ze samen een lied. Dus, en dan die Nickelodeons, dat waren de eerste... cinemazaaltjes. Ja. Ja. Maar daar hing ook een soort... Het is wat sketchy, het is wat... Ja, het komt... Als het uit de kermiscontext komt, dat zou, ja, hier nu ook nog altijd zijn van... Ja, dat is een kermisattractie, dat moeten we toch niet gaan ernstig nemen. Nee. Maar het was ook wel vaak in een groezelige omgeving. Hè. Je moet je, ja, voorstellen, het zijn slechte stoelen sowieso, het slecht verlucht. Ja. Brandgevaar, want niet alleen was film op dat moment natuurlijk zelf ook nog brandbaar, hè, als materiaal. Ja. Maar sowieso dus de hele veiligheidsomstandigheden, die waren niet altijd even... Kijken of het geluid goed is. Ik heb het gevoel ik dicht genoeg. Oei. Ja, 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 nu is het beter. Denk ik dat het nu beter is. Goed, oké, sorry. Ja, ja. Nee, niks. Dus dat zijn die omstandigheden. Hè. En dan moest je ook altijd, ook trouwens, tijdens een filmvertoning, je had meestal maar 1 projector. Dus als de film afgelopen was en ze moesten een andere bobijn laden, dan had je daartussen ook wel ook entertainment. Dus, ah, ja, dan kreeg je het omgekeerd, kreeg je eigenlijk dan, hè, voor de veelachtige sketches tussendoor. Om de spoel te wisselen. Ja, als de mensen moesten wachten. Dus dan werd er gezongen heel vaak met slideshows, met een dia-show werd er dan populaire liedjes gezongen. Of iemand deed een show, een acrobaat deed iets of zo. Dus, ja, dat is wel spannend.
spijt ervan. Want ja, ik heb al heimwee naar de jaren 80 cinema's van Antwerpen, waar het doek open ging en ijspralines. Dat is voor ons al een beetje nostalgie. Heel veel mensen weten daar helemaal niks van af. Die gaan naar de hangar die Kinepolis heet. En gaan daar op Much More dan Cinema. Ik weet niet precies wat dat dan allemaal is, dat more. Maar goed. Dan ging nog een scherm, een doek open. Dat was een soort theatergevoel. Dat is heerlijk toch, hè? Ja. Inderdaad, dat klopt. Hè? Maar het werd ook zo beschouwd. Hè? Cinema werd eigenlijk als een onderdeel van dus die hele... Ja. Maar het was ook... Zeker Stille Film heeft een flair van de podiumkunsten. Omdat dat een vertoning was die werd begeleid door iemand. Dus iemand geeft ook een performance die avond of die namiddag dat jij er zit. Die maakt muziek. Ja. Ja, dat wou ik ook vragen. Want het is Stille Film... Dus als daar geluid bij is, dan moet er iemand dat live daar spelen. Ja. Was dat dan altijd dezelfde partituur? Of mocht hij dat dan zelf verzinnen? Of hoe werkt dat dan? Wel, nee. Dus in het begin zijn er nog niet echt aanwijzingen bij. Maar naarmate dat dus de jaren vorderen en alles professionaliseert en meer gecontroleerd wordt, kreeg je vaak ook samen met een film cue sheets. Dus partituren, suggesties. Dan wordt gezegd van, speel, we zijn er zoveel, speel het in de trend van dat populair liedje. Of dan werd er verwezen ook echt naar heel bekende klassieke stukken of gewoon populaire deuntjes. Ja. En dan kon de pianist zich daarop baseren. Ofwel dat gewoon spelen, En de regisseur dan, die bepaalde dan? Of de productie? Ja, meestal de producent eigenlijk. Producent. De regisseur misschien in grote mate. Ja. Als hij daar iets over te zeggen had, dan zal hij er zich wel mee bezighouden. Maar meestal zal dat wel de productie zijn geweest. Dus dan kreeg je zo eigenlijk muziek. Dus geen enkele vertoning is daarom hetzelfde, omdat dus je pianist altijd gaat beslissen, wat ga ik erbij spelen? En dat kon soms ook volledig misgaan. Hè? Je moet je voorstellen, iemand die niet geïnteresseerd is en gewoon zit te plengelen, die kan een scène volledig verkeerd begeleiden. Ja, en tuurlijk. Dat heb je nu nog altijd. Spannend moet zijn. Ja. Ja. Of omgekeerd romantisch of grappig en je kan het volledig kapot maken. Nou, inderdaad, als nu de muziek niet goed is bij een film of afleidt, is het ook niet. Ik bedoel, het zal nooit vrolijk zijn als het triestig moet zijn. Dat is nu niet meer een film. Maar het kan wel zijn dat de componist meer te veel van... Hey, luister naar mij, luister naar mij. En dat het te veel afleidt. Ja, dat is wel. En dat kan wel mis. Dat kan soms wel mis. Ook nu mis zijn. Nee, zeker. Ja, want dat is natuurlijk wel een stuk van je film of van je beleving van die avond die in de handen ligt van de mensen daar. Ja. Ja, en af en toe werden er ook wel geluidseffecten gedaan. Dus bijvoorbeeld een grote... achter het scherm kon men met cymbalen staan of met allerlei zaken. Of de kokosnoten om de paardjes te doen, bijvoorbeeld, als er een paarden komen aanlopen. Ja, dus die Python-style. Dat deed men ook wel. Soms ook acteurs. Er waren ook acteurgezelschappen die dus echt stukken liepten. Die dus echt dialogen naspeelden. Dus dat werd allemaal gedaan. Iedereen zag daar, kon daar wel tijdig een graantje meepikken in die jonge industrie. Dus alles werd uitgetest. En dan inderdaad het feit dat het een industrie werd, daardoor hebben we minder... Maar na die Nickelodeons, dan zijn er meer en meer de cinemahuizen zoals we ze echte nu... Paleizen. Ja. En dan werd het ook een beetje meer uit de groezeligheid weggetrokken. Ja, en dat was één manier om dat te doen. Dus die chiquere zalen, en waar dat je dus mensen had, net zoals in de opera, die zo een pakje aan hadden en die je dan netjes naar je plaats begeleiden. Ja. En je kon er versnaperingen kopen, je kon je jas weghangen ergens, een vestiaire. Alles een beetje meer bourgeois. Dat is much more dan cinema. Dat zou much more zijn dan cinema. Luister in Kinepolis. Voilà. Ik wil een gekke zo'n pakje die mijn jas aanpakt. En zo'n hoedje op. Ja. Dat wil ik. En dan ook gewoon heel erg grappig aangeklede zalen. Hè. De lobby's die waren zo totaal smakeloos. Hè, maar het waren zo van die Egyptische zalen. Of oud-Griekse stijl. Dus dat was één ding. Dus de smaak van de bourgeois werd geïmiteerd. Ja. De bourgeois wordt aangesproken. Maar ook inhoudelijk. Dus men gaat dus ook zorgen dat... men had dus zo heel veel kritiek. We waren net over bezig. Dat we nog altijd denken van... Oei, onze kinderen gaan door YouTube en door al de sociale media allerlei verkeerde ideeën krijgen. Maar men dacht dat ook bij de inhoud van cinema. Ah, ja. Dus men ging dan ook doelbewust bijbelverhalen maken of men ging adaptaties, dus bewerkingen van Shakespeare, van de grote auteurs, van Tennyson, hun dichten worden verfilmd. En dan kan je niet, en dan kon eigenlijk ook de culturele elite niet zeggen van, hé, dit is niet oké. Dus ze trokken het wel weg van het circus voor de ville en meer naar het theater, opera. Ja. Vormelijk en inhoudelijk. Vormelijk en inhoudelijk, ja. En natuurlijk, als ook het budget gaat naar boven. Hè. Dus grotere budgetten was ook een deel van het plan om het eigenlijk meer respectabel te maken. En dus omdat dan de kostuums zijn beter en de hele productie is gewoon beter als er meer geld. Hè. Zeker als je ofwel heel goedkoop... Het is dus een paar honderd dollar, dat zie je meteen.
Is het ook zo dat de films eerst korte films waren, zo 10 minuutjes. En dus één reel is 10 minuutjes ongeveer, denk ik. Ja, 12. Meestal 12 is het gemiddelde. Maar je kan natuurlijk sneller of trager. En dan zo'n serial waren 2 van die reels. Ja, meestal 2, ja. En dan, daarna was het langspeel. Is dat dan daarna of is dat allemaal tegelijkertijd? Nee, dat komt echt pas van na 1913 begint dat echt door te breken. De feature film. Ja. Het idee van één langspeelfilm. En daarvoor nog wel iets kort, maar dan gewoon inderdaad een comedy. Dat kon heel lang kort blijven. Dus comedy is eigenlijk het enige genre dat heel lang kort is gebleven. Okay. Maar dat zich ertoe leende, dat kon je dan koppelen aan een langere film. En natuurlijk was dat een soort voorprogramma? Eigenlijk een voorprogramma, ja. Dat werd daar zo... Want dat is eigenlijk, want dat heb ik ook lang niet geweten. Ja, relatief lang, hè, nu weet je. Maar dat de B-film... het B-film gaat over... wordt nu vereenzelfd met een soort inhoudelijk iets. Ja. Terwijl vroeger was dat gewoon letterlijk... de eerste film die je ziet... en de A-film is de belangrijke film die je ziet. Een beetje zoals wat jij nu vertelt. Mm-hmm. Dat de comedy die je dan... dat is de B-film eigenlijk. De voorfilm. De voorprogramma. Ja, het voorprogramma, inderdaad. En het duurde eventjes, ook comedians moesten ook bewijzen dat ze dat het materiaal het waard was. Is het genre daar wel toe geschikt? Want dan moeten ze eigenlijk in plaats van alleen maar gags, visuele grappen, moeten ze daar een narratief in plaatsen, een zekere psychologie, een motief, oorzaak, gevolg. En of dat wel zou lukken. Dus die vraag werd echt openlijk gesteld. Hè? Ja. Dus werd dan uitgekeken naar die... Of het genre comedy wel zou lukken op lange... Ja, als langspeler. Is er ook niet een beetje zo dat nog altijd wel zo is dat er een beetje laagdunkend over comedy gedaan wordt, films? Ik bedoel, die krijgen nooit een Oscar. Nee. Die worden nooit genomineerd voor wat dan ook. Nee. Terwijl het is heel zelden. Ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk. Ik hou van comedy en van humor. En dat is toch best lastig om te maken. Dat is, denk ik, dat het moeilijkste is dat er is. Ja. Het allermoeilijkste. Dus daarom dat je dat niet begrijpt, waarom dat niet meer wordt. Misschien omdat het zo verdeeld is, maar dat geef ook allemaal toe. Hè. Humor is niet elke humor is voor iedereen. Dus om dan echt het hele grote... En is dat met spanning wel zo? Is iets altijd spannend? Ja, toch wel vaker. Ik denk misschien. Ik denk dat iedereen verschiet wel als je doet. Ja, de jumpscares zijn vrienden hetzelfde. Ja. En de methodes die we gebruiken, of de dramaturgie die we gebruiken, om of moordmysteries, of detective, of de grote historische eping, dat veel helderder is. Er is zoveel meer variatie En drama ook. Dat is, ik bedoel, als iets doodgaat, dan vinden we het allemaal heel erg. Dus dat is eigenlijk altijd... Ik bedoel, bij Bambi huilen we allemaal. Natuurlijk. Trouwens, een boek, film die jij aanhaalt in je boek, wat dat vind ik ook heel leuk, even iets anders, maar dat maakt niet uit, is dat je doet er altijd ook een persoonlijke touch in. Ja. Hè? Elk hoofdstuk begint en eindigt eigenlijk met een persoonlijk verhaal. Mm-hmm. De reddertjes is er daar één van. Ja. Toch? Dat is zo, ja. Dat is de eerste cinema-ervaring die ik me nog herinner. Dat ik echt goed weet. Ja. We zaten in de zaal, we zaten in... dat was een Astrid zeker nog. Met al die reruns waren van de Disney-classics op dat moment. En dan ben ik gaan kijken. En daar heb ik zo vage herinneringen die ik dan gebruik als begin om over gewoon het cinema-ervaren te gaan spreken. Van de film want dat is natuurlijk ook... Het boek is een beetje ook... Het is cinefiel, niet in de zin van dat het alleen maar voor cinefiele cinema is, maar voor mensen die gewoon van cinema houden. Ja. Van naar de film gaan en... naar die ervaring ook. Omdat ik vind ook elke film die ik gezien heb, is bijna altijd gekoppeld aan waar ik het gezien heb, in welke omstandigheden. Ja. En dat geldt ook voor de video's die je gezien hebt. Hè? Ja. Of dan de dvd's. Maar zeker de bioscoopervaring. Dus je hebt ook een beetje zoals met je boeken. Je koestert je boeken, je koestert je films ook. Ja, totaal. Dus ik ben wel een filmnerd, maar ik ben heel vaak dat ik zal het tegen mij zeggen, die hebben we samen gezien. Ja. Ik weet dat nog wel. Ja, meestal weet ik dat. Ik weet wel nog welke films wij hebben samen gezien. Maar er waren ook niet zoveel. Maar er zijn wel een paar goede films gezien. Ja. Nee, ik weet er eigenlijk maar één. Wij hebben Del Toro, maar We hebben I, Tonya hebben gezien. En Shape of Water hebben we ook gezien. Shape of Water hebben we ook gezien, Tonya was ik al vergeten, dus voilà. Ja, ik vond dat niet zo slecht. Dus, maar goed. Nee, nog één ding over stille films. Wat natuurlijk ook typisch is. De muziek is typisch. En de... tussentitels. Dat is ook iets wat typisch is. Daar heb je ook, in je boek heb je het er ook even over. Ja. Ja, dat is ook iets wat je kiest, wat vertaald moet worden, wat iedereen... Mm-hmm. En is het niet een beetje zo dat als het verhaal ondersteunt, het goed is, maar als er gewoon staat wat we gezien hebben, dat het niet goed is?
Ja, dat is bijzonder ergerlijk. Hè. Heel vaak had je zelfs aan het begin van een scène, waarin eigenlijk al wordt verklapt wat er gebeurt. Maar je ziet ze dus zoeken. Maar dat is ook het mooie als je dus stille film bekijkt en de verschillende periodes. Dus je kijkt eerst films uit de jaren 1905, 6 en dan de jaren 10, de jaren 20. Ja. Hoe snel dat evolueert, hoe snel ze inpikken en dat beter wordt. En gewoon dat ritme wordt juister. Hè. Dus je kan een tussentitel ergens plaatsen. En dat kan in plaats van te onderbreken juist eigenlijk een heel goede... De flow, helemaal niet... Je hebt niet het gevoel dat die flow van het fotografische beeld wordt gebroken. En humor is er ook heel snel gebruikt. Hè. En ik denk dat dat echt de redding was van de tussentitel. Om het echt aanvaardbaar te krijgen. Ja. De goede tussentitels waren gewoon goed geschreven. Ja. In de zin van dat die u aan het lachen brengen. Ja, dat dat echt dus goed dat, ja, verbal, echt het visuele gags, maar dan ook punchlines. Ja, ja. Dat je die ook echt gewoon puur in de woorden kreeg. Maar het is inderdaad dat je, als je dat soms kijkt, dan denk je... Ja, dat dus nu lees ik wat ik zo meteen te zien ga krijgen. Ja, daar ben ik niks mee. Nee, nee, dat wil niemand dat zien. Nee. Maar is dat ook niet... En dan komen we... Want ja, ik heb een aantal... je had een heel kort lijstje gemaakt, gelukkig niet lang. Met dingen die ik moest bekijken. En dat ook de overgang van theater naar film... Mm. Heel helder daarin is. En dat die tussentitels... En dat struggelen daarmee daar ook een deel van. Dus dat de visuele taal... Ja. Dat ze die aan het leren waren. Ja, ja, ja. Dat zie je gewoon. Je ziet ook acteurs, als je gewoon gaat kijken naar wat zijn de codes die ze gebruiken in hun films. Dat verandert doorheen de jaren. En bij sommigen gaat dat al heel vroeg. Dus het soort van naturel acteren dat we nog altijd belangrijk vinden. Hè? Want voor ons is cinema nog altijd een soort van... Ja, het moet een soort van realistisch medium zijn. De illusie, de vierde wand gaan we niet doorbreken. Ja. Terwijl, je zegt net theater, in het begin was het de bedoeling dat je ook eigenlijk... Je mocht perfect even naar de camera die knipoog of die buiging. Ja. Of het soort van duidelijk maken van dit is een performance. Hè? We bevoeren hier een toneeltje voor je op. Ja. Dat werd wel getoond. Hè? Wat we nu eigenlijk wel in comedy... gebeurt dat nog altijd. Hè? Soms de comedian... Die de vierde wand doorbreekt. Ja, voilà, die kijkt naar de camera. Die gaat dat zeggen. En, maar dan is ook deel dan van een conventie. Dus dat mag het. Maar in principe is de regel in cinema... doen we dat niet. In een dramafilm... Forrest Gump zal... Nou, dat is misschien nog... Maar die zal nooit in de camera kijken en zeggen... Nee. We weten het wel, hè? Het is op te lachen, jongens. Nee, voilà. En dat heb je dus nog heel vaak in die periode. Maar ik vind het ook wel mooi, want eigenlijk... Cinema is ook maar gewoon... Het is ook... Tuurlijk is dat artificen. En zelfs al zijn de locaties... En dat is wat dat voor mensen verwarrend vinden. Hè? Dus in theater zie je natuurlijk... Hè, heb je papier-mâché. De paarden, dat is dat nog met de kopersoten inderdaad. En de golven, dat zijn doeken. En in cinema is dat allemaal echt, want dat is op locatie. Dat kan alleszins echt. Maar het is evenzeer... staged, hè? Maar ook die acteurs waren natuurlijk, dat waren theateracteurs, dus die waren gewend zo te spelen. Ja, en ook omdat die codes anders waren. Dus dat is ook weer zoiets van, hè, dus het is niet slecht acteren, maar het is een andere vorm. Nee, maar ja, heel veel, zeker toen, als het onversterkt is heel veel projecteren. Ja. Ja, die bleven dat natuurlijk ook als er camera, en als er een camera hier stond, bleven ze dat gewoon doen. Gewoon groot, hè? Inderdaad. Ja. Grote bewegingen, benadrukken. Zo, je ziet zo bijna een soort van punctuatie van dit moet benadrukt worden, dit moet snel. Ja. Dit is de essentie. En wat dat trouwens ook in theater, in opera heb je dat nog soms. Hè? Je kan eigenlijk, hè, in de oude tradities, als iemand iets heel mooi heeft gezongen, iemand kan recht aan zeggen... Encore, doe dat nog eens. Ja. En die zingt nog eens dat nummer. Wat dat, zo, dat kan perfect. Ja, ja, ja. Dat is in theater niet gek dat je gewoon zoiets zou herhalen. Dus dat soort van gewoontes, die zie je ook in die hele vroege cinema. Maar dat is al... vanaf 1915, dat is echt de volledige doorbraak dan van de featurefilm. Ja. Is dat al minder en minder. Ja, ja, dan merk je echt dat de stijl... En dan heb je gewoon nog ouderwetsere acteurs. Hè, of acteurs die andere codes hebben. Dan is er een soort tweedeling tussen... En spelen jullie dan ook samen in dezelfde film? Dus dat de ene acteur soms wel... Ja, dat is wel heel geestig. En dan zie je inderdaad dat. Maar dat doen we nog altijd. Hè. Soms denk je zo van... Oh, acteur X zit in een andere film. Ja. Die heeft precies de e-mail Weet je waar ik dat heel erg vond? Bijvoorbeeld in The Departed. Ik vond daar Jack Nicholson too much. Ah ja, voilà. Ja. Iedereen speelde dat redelijk natuurlijk. En Jack Nicholson was een stripfiguur. Ja, misschien niet genoeg geregisseerd op dat moment. Hè, want dat is dan de typisch, taak... Typisch Scorsese. Speciaal, ja... Een van de films, en ik zal voor de mensen die luisteren of kijken, ik zal een beschrijving in de beschrijving een YouTube-link leggen, dat je ook kunt kijken. Want ik heb twee kortfilms gezien, één uit 1912 en 1913, en die eerste is uit 1912, dat is Falling Leaves. Ja. En ik vind ook wel, met die andere komen zo, maar het verschil tussen die twee is ongelooflijk, tussen die twee films. En daar zit maar een jaar tussen, maar het lijkt wel alsof er 10 jaar tussen zit. Ja. En die Falling Leaves, dat is echt... een gecapteerd theaterstukje. Hè, dat zijn echt ruime shots. Ja. Dat gaat over een vrouw die tuberculose heeft, ligt op sterven. Mm-hmm. Dus een kort film, duurt 10 minuutjes, kun je op YouTube zo vinden. En de dokter zegt,
Als alle blaadjes van de bomen gevallen zijn, dan is ze dood. En het jongere zusje gaat daarom alle blaadjes terug aan de boom hangen. Ja, omdat ze dan hoopt inderdaad. Dat ze hoopt dat ze dan niet sterft. Ja, ja. Een romantisch verhaaltje. Heel ruime shots. Ja, okay. We lopen de stage op en we lopen stage af. Ja, maar er zijn ook een aantal shots waar ze toch van deep focus gebruik maakt. Dus je krijgt ook wel in de voor- en achtergrond. Ja, je krijgt dat raam, maar en zie je dan de tuin inderdaad, waar ze dan uiteindelijk komt. Er trouwens ook een arts, hè, een jonge arts die met een experimenteel serum op de proppen komt. Ja, en dan dus het gaat ook over corona, hoor. Dus ik vond het daarom wel een interessante film om nu te tonen. Dus het is de coronafilm uit 1912. Ja. Maar ze doet daar toch wel net iets meer mee, vind ik. Want, maar het gaat ook over, het is de vindingrijkheid ook, hè. Het is het idee. En ik vond ook wel mooi als, om te tonen, dit is zo'n typisch film in de sentimentele traditie. Dat gaat dan ook over... Sentimenteel, speelt zich, krijgt een relatie met de dokter aan het einde. Het is een beetje spoiler alert, maar het is... Kijk, het wordt gesuggereerd als is dat er bruidsklokken zullen zijn. Hè, Alice Guy, het is een Française, maar ze is wel ook daar Amerika vrij. Ja, dus daarom is ze ook in... Het boek is ook trouwens, de focus is op Amerikaanse cinema natuurlijk. Ja. Hè. Maar ze heeft in Amerika gewerkt, daar had ze haar eigen studio, Solax. En daarmee heeft ze dus deze film En gedraaid. Zij was letterlijk de allereerste vrouwelijke regisseur. Ja, er wordt zelfs gezegd dat ze eigenlijk de eerste fictiemaakster is. Omdat zij, dus maar, ze werkte bij Gaumont. Er was voor haar nog geen fictie? Of? Ja. Nee, dus eigenlijk de eerste films waren voornamelijk... zelfs fictiemaker tout court. Ja, tout court. Omdat ze... de eerste films waren meestal registraties van de wereld. Hè, waar men zette de camera ergens, bijvoorbeeld in Venetië, of op plekken die boeiend zijn om leven te capteren. Letterlijk die trein die het station binnenrijdt. Die trein of een babytje dat eten krijgt, of mensen die in fabriek buiten komen, en noem maar op. En dan eigenlijk dus de volgende stap is van, als we nu eens gewoon iets enceneren. Ja. Hè, inderdaad, als we een soort van verhaaltje vertellen. En toen zei dat voor haar baas, Léon Gaumont, ze stelde dat voor, mag ik een soort van verhalen gaan vertellen. Ja. Zei die van, hoe grappig, hoe meisjesachtig van jou om dit voor te stellen. Doe maar, hè. Doe maar, meisje. Maar je werk mag er niet onder lijden, maar je mag het wel doen. Ja. En dan is inderdaad daarmee begonnen. Hij is de hoofdfictie geworden van Ace Gaumont. En dan uiteindelijk ook in opdracht naar Amerika gestuurd ook, om daar... en dus die eigen studio, dat is wel mooi. En daar heb je van die mooie verhalen, alleen mooie verhalen, zo van die goede anekdotes, die zo ook de tijd illustreren. Ja. En echtgenoot, ze was getrouwd met Herbert Blachier. En Herbert Blachier, echtgenoot, heeft daar op een bepaald moment afgeraden om naar de raad van bestuur te gaan van haar eigen bedrijf, van Solax, de studio. En zei van, ja, de mannen vinden dat toch vervelend als je erbij bent, want dan kunnen we niet zomaar spuwen. En als we dan sigaren willen roken, ja, dan voelen we ons zo geremd. Dat is toch vervelend, met de vrouwtje dus erbij. Als jij me aangaat, maar niet naar de vergadering. Ga maar niet naar de vergadering. Ja. Heerlijke tijd was dat, hè? Dat waren tijden. maar wat zij, dat is niet supergoed met haar afgelopen. Nee, omdat... en dat is ook nog een gegeven van... je hebt natuurlijk ook al het persoonlijke. Hè? Het is niet omdat de tijden... Uiteraard zijn de tijden ook moeilijker geworden voor vrouwen om films te maken of om zelfstandig te produceren of wat dan ook. Maar je hebt ook altijd een privéleven dat ertussen komt. En in haar geval heeft dat ook meegespeeld. Ze was dus getrouwd bij Herbert Blachier. Ja. Ze zijn gescheiden, want hij is met een actrice... Wat in die periode al helemaal ongelooflijk was waarschijnlijk. Moeilijk. Ja. En vooral, haar eigen dochter zei altijd van... Mijn moeder was heel 19e eeuw. Dus een scheiding was iets echt pijnlijks. Het was echt een blamage, iets... Je moeilijk nu is dat gewoon iets wat je op dinsdag doet. Ja, zeker. Ja. En ook, zij bleef met de kinderen achter. Ja. En ze heeft nog wel wat films gemaakt en vakantie gekregen om dingen te doen. Maar dat is nooit echt... misschien een paar verkeerde keuzes gemaakt. Of zelfs dan niet genoeg... De moed een beetje verloren op een bepaald moment. En als ze terug naar Frankrijk... Maar ze had haar eigen studio. Ze had echt eigen ding. Ja, maar dat heeft ze dan ook, toen ze nog getrouwd was... Heeft ze op een bepaald moment er min of meer mee ingestemd... Dat haar eigen studio zou overgaan in een grotere bedrijf... Dat dan Blachier Features. Ja. De naam van de echtgenoot. De naam van de man die eigenlijk dan overneemt. Die het overnam. Maar natuurlijk, dat gaat ook over... Dat is ook een ego gegeven. Hè? Ik bedoel, voor de man... Nu, ik zeg niet dat hij zonder talenten was, integendeel. Hè. Nee. Herbert Blachier had zeker zijn talenten. Maar al zijn kennis en zijn contacten heeft hem via zijn vrouw verkregen. Ja. En dan daarna zal hij erover schaduwen met zijn eigen bedrijf en met zijn eigen... En is het soms ook dat ze dat dan doen omdat ze denken van... Als we het doen alsof het van jou is,
dat we dan sneller ergens geraken? Of ja, was dat toen niet aan de orde? Wel, het was wel, dat wordt wel altijd besproken. Dus altijd als er een vrouw hoofd is van een studio, of als Mary Pickford haar eigen manager bleek te zijn, dus in 1915, 16, heel goed contract, waarin ze allerlei eigen beslissingen mag nemen over wie schrijft, wie regisseert, semi-onafhankelijk produceert haar films, dus dat zich eigenlijk al. Ja, ja. Dat wordt dan wel in de pers altijd opgepikt, en daar wordt echt over geschreven. Dus dat wordt, maar niet negatief. Ah, toch niet? Nee, niet negatief, maar dat wordt wel opgemerkt. Van, want jij schrijft toch wel in je boek dat vrouwen die een eigen mening hebben, of op straat komen, of buiten, het was frowned upon. Het frowned upon, ja, opnieuw, het wordt opgemerkt, omdat ze dat gaan associëren met bijvoorbeeld de suffragettes, gaan ze zeggen van ja, maar zijn dat dan niet, de vrouwen die protesteren op straat komen, die hadden geen goede naam, hè. Suffragettes, dat waren oproerkraaiers en mensen die in de gevangenis belanden en die allerlei echt extreem liberale meningen hadden, hè, die dan eigenlijk het natuurlijke gezin in gevaar zouden kunnen brengen en de natuurlijke positie van de vrouw, enzovoort. Ja. Dus het wordt, maar nee, het zijn gewoon, de tijden zijn heel dubbelzinnig. Daarom ook interessant, hè? Want zowel ook iemand als Mary Pickford zal zowel zeggen van, ik ben fier dat ik een werkende vrouw ben en ik behoor tot die hele, hè, tot een soort van legertje jonge vrouwen die het allemaal voor zichzelf doen, die het zelf mogelijk maken, maar tegelijkertijd gaat ze ook proberen om, zegt ze ook van, ja, maar ik vind het ook wel fijn om zo, hè, thuis een domestieke rol eens een keertje op te nemen, of om eens van mijn moeder te leren hoe ik een kersentaart moet bakken, hè? Dus dat je zo, ze willen zo nooit hun eigen publiek, ze willen altijd zeggen van, maar we zijn nog altijd vrouwen. En het is vooral dat, die geruststelling in de pers van, ze zijn. En dat kun je natuurlijk niet achterhalen, maar vonden ze dat ook echt, of deden ze dat mediagewijs? Ik denk mediagewijs. Ah, ja. Want ze zijn het levende voorbeeld dat ze zijn ongelooflijk vrijgevochten. Ze zijn hun eigen baas. Ze maken carrière. Ze zijn heel erg. En Mary Pickford was ook iemand die zo goed wist hoe contracten moesten worden opgesteld. Dat werd ook als onvrouwelijk gezien. Hè? Ja. Dus Charles Chaplin zegt dan zo van, oh, the Bank of America's sweetheart. En ze is alleen maar met geld bezig. En geld is iets vulgair. En een echte vrouw, een dame, is niet met geld bezig. Dame is niet met vulgaire zaken bezig. Ah, maar ja, nee. En nog andere mensen ook. Dus de eerste vrouw, David Griffith, zei ook van, oh, that little girl thinking about money all the time. And understanding en begrijpend wat een contract wil zeggen en wat een bepaling is en wat een, dat vond iedereen zo van, maar fijn, lieve schattige kleine meisjes zoals jij moeten dat toch niet kennen. Dus dat soort van professionaliseren is zogezegd cultureel beschouwd zo nog onvrouwelijk. Maar dat is eigenlijk hetgeen wat je er net ook zei, is dat inderdaad dat de professionalisering van film en het feit dat er geld mee gemoeid wordt, dan verandert het van mannen naar vrouwenwereld eigenlijk. Van een gelijk iedereen, naar het overwegend. Overwegend, aan de ene kant wordt geld als iets vulgair gezien, aan de andere kant, ja, want nu komt het in een bankenwereld en dat is een mannenwereld. Oh ja, tuurlijk, die raden van bestuur zijn dat gewoon exclusief mannen. En die Alice Guy is daar dan ook een beetje de dupe van. Is daar ook de dupe van, en ook met Logos Weber, eigenlijk bij iedereen exact hetzelfde. Oh ja, en dan, want die andere film is van 1913 en die heet Suspense. Ja. En dat is Louise Weber. Louise Weber, dat is, dat is de eerste vrouwelijke Amerikaanse regisseur. Ja. Film uit 1913. En ik vind het verschil tussen die twee films vind ik ongelooflijk. Ja. Ik vind die Falling Leaves leuk en sympathiek en duurt maar 10 minuten. Ja. Dus give a shit. Suspense vond ik echt goed. Dat vond ik echt een goede film. Ja, ja. Want dat is een film die duurt 12 minuten. Heeft een hele heldere narratief. Ja. Gaat over een huis, een beetje verder weg. Een beetje afliggend huis. Mm-hmm. Daar de werknemster, de housekeeper, zeggen dat die vertrekt. Die laat een brief achter van, ik ben weg. Er is een vrouw met een baby, blijft daar alleen achter. Er loopt een zwerver voor de deur, die gaat inbreken. En de man zit op zijn werk en die hoort aan de vrouw, die zwerver gaat hier inbreken. Ja. Help, help. Dus wordt getelefoneerd, wat ook zo'n typisch trucje was met de telefoon. Ja. En daar zitten, dat is veel meer, daar zitten ruime shots in, er zitten close shots in, er zit een soort splitscreen in die fantastisch is. Het is gewoon een spannende film. En het allerleukste is dat volgens mij, ik weet het niet, dan moet je maar eens nazoeken. En hopelijk, maar het lijkt me de eerste, hey, that's my car, zit erin. Dus de vrouw telefoneert naar de man die aan het werken is. Die zegt, gaat een zwerver inbreken, help, help. Die man denkt, godverdomme, en die rent uit zijn kantoor. En die rent naar een auto die niet van hem is. Pakt die auto en dan komt een andere vent aan en zegt, hey! Dat is en volgens mij is dat de allereerste, hey, that's my car. Het zal niet veel schelen. Het is inderdaad wel iets. Maar, en dat is echt een gast die zegt, die wijst hem, want het is natuurlijk stil. Die zegt, dat is waar. En toen moest ik ook ineens denken,
Ja, al die cinema-clichés, die zijn toen bedacht. Ja, tuurlijk. Ja, en die werden toen ook constant van elkaar geïmiteerd. Dat is ook zo mooi. Hè? Dat is een periode, als je naar de Natalie Griffith-films gaat kijken, die periode was The Lonely Villa en An Unseen Enemy, heb je exact dezelfde setup. Dat zijn echt dezelfde verhaal. Ja. Een jonge vrouw of vrouwen, moeders met kinderen, alleen in huis. En er komen dan een bende hobo's, hè, komen binnenvallen. Ja, 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 ja. Of wat dan op dat moment, hè, de, om het met een ook weer een niet meer correct woord, zigeuners, hè, dus zwervers. Dat zijn de gevaren dan ook. De gevaren, hè, die dus dan van, het huis kunnen binnentreden. Dat is ook zoiets. Ja. Hè, van, dat heb je dus. Die film is dus niet het verhaal is op zich dus niet origineel. Het is al in veel versies gedaan. Maar die uitwerking is inderdaad opvallend goed. Er zijn ook een paar shots die gewoon super knap zijn. Dus echt een point-of-view shot van de vrouw. Ze kijkt naar beneden en je ziet dan eigenlijk de zwerver naar boven kijken. Ja. Richt de camera in. En dat is echt een eng moment. Dat is keigoed gedaan. Dat, is op, dat blijft overeind. Er is één shot in dat er... Want, dus die Hey, That's My Gar, die houdt een flik aan. En ze gaan, dus er wordt er ook nog een achtervolging. Ja. Er gebeurt heel veel in 12 minuten, hoor. Je ziet die flikken ook in de achteruitkijkspiegel. En dat is een topshot. Ja. Dat die gasten, we zitten in de auto. Ja. We zijn aan het rijden en we zien in de achteruitkijkspiegel zien we de auto. En dat kan niet getruckeerd zijn. Nee. Dat is fucking real. Ja. En de splitscreen is natuurlijk wel superimposed. Maar ook, het is een beetje... Dat is 24 of alle letteren. Ja, dat is exact. Gewoon, dat is keigoed gedaan. En het geeft echt... Het is spannend. Het is zeer goed van montage. En ik vond het verschil tussen... Want die ene is die suspense is van 2000, van 1913. Ja. En die andere is van 2012. Het lijkt wel alsof er op één jaar tijd heel veel... Ja, gebeurd is. Maar zo snel... Nu, sowieso, Alice Guy is een meer ouderwetse filmmaakster dan Lois Weber. Ik vind die visueel is Lois Weber echt wel heel interessant. Ja, en die blijft... Ja, van wat ik heel de jaren tien, maakt die fantastische films. Die maakt echt ook nog echt goede films ook. Hè. Ja. Shoes bijvoorbeeld, waar een heel mooie kopie van bestaat in het Nederlands Filmmuseum. Dat is een prachtig... Volgend jaar gaat hij, denk ik, gaan ze hem uitbrengen met een nieuwe score. En gaat hij wat toeren. Okay. Dat is echt de moeite, want dat is een hele knappe film. Het is kort, maar dat is ongelooflijk aangrijpend. Ja. Heel klein verteld, maar een goede vertolking van Mary McLaren. Dat is echt een knappe film. En dat is 1916. Dus je hebt zo echt in de jaren 10 van Lois Weber zijn er nog fantastische dingen te zien. En wat heeft hij nog gedaan? Of wat is haar verhaal van die Lois Weber? Dat is eigenlijk iemand die dus... misschien heeft hij voor een groot stuk... Dus de jaren 10 is haar succes, succesperiode, omdat ze dus eigenlijk... Ja, die periode... Griffith is dat ook zijn grote periode. Hè? Ja. Zowel Weber als Griffith als Cecil B. DeMille werden in één adem genoemd. Ja. Dat waren de grote Amerikaanse filmmakers. Ja. En die hadden alle drie, en vooral dan Griffith en Weber wel, ook de neiging op de... Om te preken, om morele verhalen te vertellen, om een beetje hoogdravend te worden bij sommige momenten. Bij Lois Weber is het verhaal eerder dat ze ging altijd sociale issues aankaarten. Okay. Dus ofwel, het gaat over abortus, het gaat over eugenica, dat is al iets minder Fries, maar bon. Ja. Het gaat ook over armoede, het gaat over vrouwen die heel vaak over armoede, maar nog dus over het feit, over anticonceptiva, dus over informatie erover te verspreiden. Bon. En heel over de dus doodstraf. Dus ook wel over vrouwen-issues. Vaak is het maar ook over de doodstraf in het algemeen, over capital over punishment, alles, dus, dat is dat soort zaken ook. Ook wel over vrouwen-issues, maar dus dat wou ze doen, want ze wou dus cinema moest betekenis hebben, moest iets maatschappelijk kunnen betekenen. Dat was haar standpunt. Ja, ja. En in de jaren 10, maar vanaf de jaren 20, dus vanaf eigenlijk na Wereldoorlog 1, wordt eigenlijk zo dat geduld van het publiek, dus van, we gaan naar de cinema, niet voor die morele les en om iets ingelepeld te krijgen. We willen eigenlijk willen ontspannen. Moet dat wordt het entertainment. Zijn. Entertainment. En dat was voor haar een moeilijke overgang. En daardoor is ze een beetje de touch met haar publiek verloren. Ja, ze heeft dat geprobeerd. Nog altijd een paar goede films gemaakt. Hè. Ook De Blot eigenlijk, die vooral... goed, bijvoorbeeld kritisch werden besproken, maar het publiek kwam niet meer kijken. Allee, ja, dat is echt zo dat soort van carrière, dat is weggedemsterd. En dan is hij uiteindelijk zo, zoals, ze klaagt dan bijvoorbeeld in 27 over dan, die sets, waar ze zo toch zich niet meer thuis voelt en te veel moet werken om de mensen te overtuigen van haar visie. Dus zo verdwijnt hij dan een beetje uit beeld. Dus ja, inderdaad. Maar vooral, die wordt vergeten achteraf. Dus die was super bekend in de jaren 10 en 20. Ja. En dan eigenlijk... de filmgeschiedenis daarna, en zeker ook in filmgeschiedenis boeken, komt ze heel weinig voor. Nee. Dus er stond jarenlang, was daar gewoon geen hoofdstuk aan haar en gewijd. Hoe of komt geen... dat dan? Hoe is dat? Want dat is natuurlijk sowieso geschiedenis over kunst, maar ook zeker over popcultuur, is heel raar, hè?
Want ik, bijvoorbeeld met Jan Verheijen hebben we het er ook over, dat we van bepaalde jaren niet meer weten wie de Oscar gewonnen heeft. Ja. Maar die cultfilm kennen we nog wel. Ja. Dus dat was dan zogezegd de Oscar, de belangrijke film van, ik zeg maar, 74. Dat weten we niet meer. Nee. Maar als Texas Chainsaw Massacre van die van jaar is, weten we dan nog wel. Dat klopt niet helemaal. Hè? Maar, nee. Maar ik denk dat dat iets van een ander jaar is. Maar het gaat even over dat idee. Het feit dat dan in de tans destijds. Ja, wat is nog belangrijk? Wat houden we nog over? Hoe komt dat dan? Want je hebt ook, en ik ben niet de naam vergeten, maar er waren een aantal humoristische actrices. Ja. En we kennen allemaal Lauren Hardy en Chaplin. Ja, Chaplin. En maar niet Keaton. Mabel Normand. Hè? Voilà. Dat is degene waar het over gaat. Ja. Mabel Normand. Mabel Normand. Ja, die veel sneller voor Chaplin haar eigen films aan het regisseren was. Inderdaad een heel bekende grote comedienne was. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, en dat is echt een van de groten van de slapstick, hè? Van de Keystone En hoe familie. Komt dat? Ja, van de Keystone. Ja. Max Sennett ken je dan wel. Hè? Ja. Wat zeg je? Max Sennett en Keystone, dat ken je dan wel. Keystone Cops, dus dat ken je daarvan. Ja. En iedereen weet wie Laurel en Hardy zijn. Ja. Veel mensen weten wie Buster Keaton is. Mm-hmm. Maar van die mevrouw hebben we nog nooit gehoord. Of Marie Dressler, en die was heel bekend. Heeft nog een Oscar gewonnen in 1931. Die populariteit was enorm. En dat zijn mensen die we dus inderdaad niet kennen. Maar dus bij Louise Weber, want daar ging het in het eerst over. Ja. Er zegt een wetenschapper zegt erover van, die is forgotten with a vengeance. Je hebt sommige mensen die zijn... Je kunt mensen echt uit de geschiedenis houden, gewoon als je er niet meer over praat, you're gone. Het is heel simpel, hoor, om mensen te vergeten. Ja, of maar films is dat te vergeten. Dan een bewuste keus van een groep? Of zo? Soms zo wel. Klinkt het nu. Voor een stuk wel, en ook wel een gebrek aan zelfpromotie. Iemand als Griffith, die zijn we nooit vergeten, die heeft zichzelf ook altijd consequent blijven promoten. Ja, en die had genoeg ook collega's, ook terecht, want heel veel mensen hebben veel van hem geleerd. Hè. Ja. En dan heb ik het nu niet over het racisme, wat hij ook was. Hè. Ook slechte dingen geleerd. Maar vooral dus door zijn techniek en zijn idee van dramaturgie en verhaal vertellen, en et cetera. Heel belangrijke figuur. Ja. Maar die heeft dat ook altijd in de persboot, heeft zelf persberichten gelost van ik, Griffith, uitvinder van, en dan begon hem op te sommen, de close-up, de cross-cutting, zo'n hele lijst met dingen dat hij zo gezegd had uitgevonden. Totaal niet waar, hè. Nee, maar hij heeft het wel gebruikt, maar wat, en zo op die manier blijf je relevant. Een hele luie journalistiek pakken ze het ook over, hè. Ja, want dat is toch altijd zo, hè. Als je iets zet in je bio, en de journalist die gewoon copy-paste. En sommige mensen zijn daar beter in, anderen, of hebben een beter gevolg om je eigen promo te doen. Is een man beter in zelfpromo? In dit geval wel, ja. Ja, in dit geval toch wel. Ook mannen die dagboeken schrijven, het verschil bij mannen en vrouwen, hebben zich toch altijd van, bij mannen weet je zo, dat die altijd al gedacht hebben van, het kan nooit voor publicatie zijn. Terwijl dat dan misschien bij die vrouw niet het geval is. Die vrouwen die schrijven dat echt voor zichzelf. Die man denkt, iemand anders gaat dit wel lezen, jongens. Tuurlijk, waarom schrijf ik het anders op? Waarom schrijf ik het anders op? Nee, maar je ziet ook wel, af en toe is er toch iets venijnigs. Bij Mary Pickford, dat is een mooi voorbeeld, die dus in die boeken wel voorkomt. Ja, kan ook moeilijk anders. Hè. Dat was inderdaad de meest invloedrijke vrouw van haar tijd. Ja. Heeft United Artists opgericht, samen dan met onder andere Chaplin, maar ook met Fairbanks. Ja. Heel, heel belangrijke sleutelrol gespeeld, echt in de filmgeschiedenis. En hoe de Amerikaanse filmindustrie eruit ziet. En dan nog wordt die dus in de eerste boeken in de jaren 30 die dan gepubliceerd worden, wordt ze al omschreven als mevrouw Fairbanks. Want ze was getrouwd met Douglas Fairbanks. Ja. En dan zo in een paar zinnetjes van we snappen haar eigenlijk niet zo goed. En ze is wel heel belangrijk geweest, punt. En dan krijg je 7 pagina's lang geleuter over de films van Fairbanks en dan nog eens 7 over Chaplin. Ja. En dan vraag je je af, maar waarom lukt dat niet om te schrijven over haar films? Nee. Want dat is misschien wel een goed bruggetje, omdat Mary Pickford inderdaad belangrijk, heel veel films gemaakt, maar op IMDb, dat stopt 1933. Dat is letterlijk gedaan. Ja. Terwijl de andere twee waar we het nu over gaan hebben daarna wel... Dus zijn daardoor ook blijven besproken geworden. Ja. He, want een film die waarvan je wou dat ik die bekeek en waar ik met veel plezier gedaan heb, is Sunset Boulevard. Mm-hmm. Film uit 1950 van Billy Wilder. Dus geen stille film, gewoon een. Ik heb speciaal voor jou gedaan. Ik dacht, ik steek erop. Ik was aan het sms'en met Erik van Looy. Even neem erop, hè. Maar ik was aan het sms met Erik van Looy. En ik zei, ik ben nu naar Sunset Boulevard aan het kijken. Soms is een meesterwerk omdat het een meesterwerk is. Het is gewoon een fucking... Goeie dacht film. Ik die ooit gezien had. Ik heb die nooit gezien. Dat is de eerste keer dat ik die zag. Ongelooflijk goede film. Ja. Ik heb er echt heel erg van genoten. Niet op een... historische leuk tijd. Nee, gewoon een goede film. Ja, ja. Ja, het is extra leuk, maar het vol met grapjes. En Erik stuurde terug. Die wil ik ook nog eens terugzien. Ja. Maar hij is ook, jongens, ga Sunset Boulevard kijken. Gewoon een... Op alle vlakken een hele straffe film. Het is inderdaad zwart-wit.
Wat ook toen een bewuste keuze was, want toen waren er al kleurenfilms. Dat is helemaal niet, ik bedoel, dat is, ja, dat bestond toen al 20 jaar, de kleurenfilms. Zeker best, ja. Maar ja, het is, het verhaal is een oudere actrice die in de stille film bekend was, en dat is de link, is een beetje in vervlogen tijd. Mm-hmm. En een jonge scriptschrijver gaat haar film schrijven. Ja, en inwonen. En Gloria Swanson is de actrice die zelf ook dat was. Ja, nou ja, tuurlijk. Was een van de bekendste vrouwen van de jaren 20. Ja. Een enorm grote ster. En ook in de film zelf, elke foto die je ziet in het filmmateriaal dat getoond wordt, zogezegd uit haar verleden als filmster, is ook gewoon van Swanson zelf. Hè. Komt uit Queen Kelly trouwens, de stille film die je ziet. Ja. Een film geregisseerd door Erich von Stroheim, die ook meespeelt in de film. Erich von Stroheim speelt Butler, de butler eigenlijk van de grote ster. Zij woont in een groot huis wat een beetje semi-verwaarloosd is. Ja, ja, ja. En zij denkt dat ze nog altijd de grote ster is. Ze heeft ook blijkbaar heel veel geld. Ja. En hij is eigenlijk een beetje... Zij is een beetje sugar daddy van hem. Het is een omgekeerde... Maar wat al voor die periode. Het is een omgekeerde me too. Hè, want wat ze doet is totaal verkeerd. Hè. Ze gaat hem seksueel ook bezitten. Er zitten een hoop dingen in die heel boeiend zijn. En zeker ook vooruitstrevend. En dat je achterstevoren, binnenstebuiten... maar goed, die Gloria Swanson, dat was ook een ster toen. Gigantische ster, ja. En het is eigenlijk wel grappig ook. Ik zeg net, dat fragment dat je dan ziet in de film uit Queen Kelly, dat was wel haar ondergang uiteindelijk, die film. Hè. Die film is gigantisch veel over budget gegaan en heeft daar uiteindelijk wel een beetje ook haar carrière mee gekost. Dus dat is wel heel grappig dat die dan getoond wordt in die film. Nee, maar dat was echt iemand die gigantisch... zij speelde de filmster zoals niemand anders dat kon spelen. En iedereen aanvaarde dat ook, want ze zei ook van, kijk, mensen verwachten dat ik mij eigenlijk... opstel als een soort van, als royalty. Ze willen dat. En I'll play the part. Ik zal het doen. En zo heeft ze zich altijd ook En wat gedragen. Ik gelezen heb op de trivia van... is dat ze voor die rol Mary Pickford ook benaderd hebben. Ja, dat is een van de dingen dat wordt vaak gezegd, Ja, dat stond op de trivia van IMDb. Dus die Billy Wilder, die regisseur, ging op zoek naar iemand... daar eigenlijk een ervaringsdeskundige, bij wijze van spreken... En is dan ook bij Mary Pickford aangegaan. En zij zag dat inderdaad niet zitten. Nee. Ze heeft er inderdaad wel mee helemaal had over gepraat. Had ze misschien nu wel bekender geweest? Zou dat kunnen? Ja, denk het wel. Maar ik denk dat zij dat echt oprecht te pijnlijk vond. Omdat die Gloria Swanson ervan hoort. Natuurlijk, tuurlijk. En van Mary Pickford niet. Dat is een vertolking. Hè? Maar Gloria Swanson heeft zelf ook altijd wel gezegd van achteraf denkt iedereen dat ik Norma Desmond, het personage in de film, ben. Elke keer als een journalist kom, willen ze bijna altijd in mijn badkamer of in mijn zwembad komen kijken, dat er geen lijk aan het drijven is. Gewoon omdat ze denken, ze kunnen de fictie niet onderscheiden. Nee. Ze speelt het zo goed, dat we echt... Maar ze speelt het ook wel als een... het is een totale karikatuur. Het is een beetje een hysterische vertolking, doelbewust. Het is iemand die van zichzelf ook... die een rol is beginnen spelen en dan daarin doorgeslagen is. En ze is dan wel ook... Je bent wel alle andere dingen vergeten. Ja. Want zij heeft daarna ook niet zo heel veel meer gespeeld. Ik bedoel... Nee. Ik las dat ze vooral werd gevraagd voor dezelfde rol. Ja. Voor diezelfde oudere, hysterische vrouw, zeg bitter, maar. Gek, Mrs. Havisham. Oude vrouw, dus uitgerangeerde ster. Volgens mij was die ongeveer 50. Ze was 50, ja. Ik ben 50, hè? ik word volgend jaar 50. Maar dus, die werd gepercipieerd als uitgerangeerd te oud. Die was fucking 50. Als William Holden, die de journalist speelt, die is 30 in die film. Die zijn een 20-jarige. Ja. Terwijl, nu, als dat andersom is... Nu is dan misschien nog altijd wel een beetje frowned upon als de man jonger is dan de vrouw. En dat gebeurt niet zoveel. Nee. Andersom is helemaal geen issue. Mm. Maar toen was dat natuurlijk helemaal... Waar ik het even over wil hebben, en dat staat even los van het boek, maar wel over, dat is ook een van Gilbert Gottfried's grote dingen, is de chimpansee. Dus het begin van de film, van Sunset Boulevard, is de pet chimpansee van de grote ster, is overleden. Ja. En ze denken dat de schrijver die daar per ongeluk aankomt, dat zijn auto in pannen is, zeg maar, die komt eraan. En ze denken dat hij de doodgraver is van de chimpansee. Ja, klopt. En de chimpansee is wel... Dat is iets. Dat is fantastisch, hè? Die monkey funeral. Ja.
Een van de grappigste anekdotes vind ik die Billy Wilder ook al het zelf vertelde over dus de film, dus zijn DOP, dus de cameraman. Op een bepaald moment werd er gesproken over hoe gaan we dat in beeld brengen en hoe gaan we dat licht zetten. En dan vroegen ze van, ja, Billy, how do you want the lightning for the monkey funeral? Ja. En dan zei Billy gewoon van, oh, you know, just your regular monkey funeral lighting setup. Dus... Ja, nee, maar die chimpansee, de reden dat ze die heeft, is omdat dat ze haar seksuele partner was. Dat heb ik meerdere plekken teruggevonden. Oh, dirty mind. Nee, dat is dus de chimpansee is dood. En William Holden is de nieuwe chimpansee. Is de nieuwe monkey. Ja, maar natuurlijk, maar ik dacht het eerder als van Dance Monkey. Dus nee. Figuur die letterlijk voor haar seks. Letterlijk. Dus dat ook Billy Wilder opzet tegen Gloria Swanson gezegd heeft. Onthoud, you fucked the monkey. Oké, die had ik niet. Wist je dat niet? Nee. En want dat wou ik juist weten. Dat is wat ik wil weten, is dat gaat gebaseerd zijn op iets, op iemand, op realiteit. Daar komt ergens van. Dat is niet zomaar bedacht. Daar komt ergens van. Welke stille filmster had een seksaap? Dat wil ik weten. Een seksaap, dat weet ik niet. Ik weet wel een stille filmster met echt een menagerie, dus met heel veel dieren. En die heeft ook carrière gemaakt echt op dierenfilms. Ah ja. Maar totaal niet seksueel. Dus ja, dat niet. Denk je nu. Nee, ik moet het nu bekijken. Dat is het nieuwe boek. Het nieuwe boek, ja. Neil Shipman was dat, maar die had dus echt wel... maar die speelde een soort van nature child, omdat dus de connectie vrouwen-dieren wordt ook gemaakt, omdat dat alle twee tot het soort van... Natuur, het intuïtieve, ja, natuur, ja. Het niet-rationele dan behoort. Oh nee, ik wou dat ik er een goede antwoord op kon geven, maar dan moet ik je schuldig blijven. Ja, maar dat is het enige wat me... Nee. Dus Wilder used to tell Gloria Swanson that her character Norma Desmond was in a sexual relationship with the chimpanzee. Dus dat is ook de significantheid van die aap. Mm. Is, die is weg en hij is de nieuwe aap. De nieuwe monkey, ja. En dat niet alleen zo, kunst te vertonen, maar ook om seksuele gunsten te verrichten. Ja. Ja, dat wordt hij inderdaad wel zeker, maar dus ik had inderdaad niet de connectie gelegd. Zover was ik niet gegaan. Ja, ik heb een vieze website, heb je dat gelezen? Ik heb al meerdere sites gevonden, want ik vond... Meerdere vieze sites? Nee, echt Philip Nerd sites. En ik wou weten bij welke echte sterren was dat dan? Maar dat verhaal, dan moet ik je... Nee. Dan moet je dat uitzoeken. Kenneth Anger gaat misschien wel een tip zijn om het niet te vinden. Waar had ik daar nog over... Ja, het feit dat zij... Dat is natuurlijk zo altijd bij de Oscars, maar het was een fucking schande dat zij geen Oscar gewonnen heeft daar. Nee. Want dat, als er nou een Oscar-performance is... Ja. En het gaat dan ook nog eens over... hun medium. Dus het is ook nog eens een film over film. Ja, want ik zie graag film over film. Hè. Dus ja, dat met sowieso... die artist is het wel gebeurd. Hè. Krijg je dan wel de grote prijzen nog. Want weet je wie wel gewonnen heeft dat jaar? Judy Holliday. Ja, zelfs nooit van gehoord. Born Yesterday. Heb je nooit van gehoord? Want Bette Davis in All About Eve, heb ik wel van gehoord. Ja, tuurlijk. Dus Bette Davis, mm-hmm. Gloria Swanson, en dan loopt die Judy Holliday loopt weer weg. En ik had er nog nooit van gehoord. Eigenlijk is dat te gek wel. Ja, dat in dat jaar met dat twee soort van vertolkingen van echt powerhouses. Hè? Dus, en twee keer gelijkaardige soorten. Het gaat altijd ook over ouder geworden vrouwen. Het is een heel pijnlijke film. Dat films, is ook de reden waarom ze denken dat ze hem niet gekregen hebben. Omdat het zo verdeeld was. Dat zou goed kunnen. Dat dan die derde ermee is gaan. Een beetje zoals de twee vechten om een been. Dat tuurlijk, de derde... wel een goede vertolking. Want het is een leuke film. Born Yesterday. Ja, nooit gezien. Comedy. Nee. Goede film. Inderdaad, de foto heb je ook gevonden. Foto's die je ziet... Dus het aardige is ook, het gaat over film. En er zitten Buster Keaton, is een van de bridgepartners. Dus dat is heel erg leuk. Ja. En Cecil B. DeMille speelt ook zichzelf als zijnde Cecil B. DeMille. Ja. Ze bezoekt een set. Mm-hmm. En dat is ook effectief een set. Dat was ook letterlijk was daar een film, waar heb ik het hier opgeschreven? Samson en Delilah, waar ze dat opnemen. Ja. En van die vreselijke late films van Cecil B. DeMille. Oh, die bijbelfilms. Die bijbeltoestanden. Maar hij was haar grote, belangrijkste... Dus hij heeft haar ontdekt. Of tenminste, samen als duo, dat was de star power. Hè. Dat waren al de sekscomedies. Ja. Die films zijn uit de jaren vanaf 1919, 1920, 1921. En daar heeft zij... Ja, de echte Gloria Swanson is haar carrière is daar gelanceerd. Ja. En zij was de originele, men noemt dat een clothes horse. Hè, een soort van figuur die vooral in chique pakjes werd gestoken. En met al juwelen. En mensen kwamen gewoon kijken voor van... Ah, wat is nu weer aan? Iemand die ermee alles kan laten wegkomen. Dus dat verhaal deed niet zoveel te zaken. Hoe ze eruit zag, was Oh ja, tuurlijk. De verhalen waren eigenlijk allemaal zo'n beetje varianten. Altijd hetzelfde. Ah ja. Maar
De meta werd zo beu. Maar ik vind wel dat die Cecil B. Dus dat, die rol is wel heel interessant. Want, die, ja. want ze, zij denkt dat hij haar een nieuwe rol gaat geven. En eigenlijk wil ze haar auto gebruiken. Dat ja, is, omdat dat nog een oldtimer is. Ja, omdat het een oude auto is. Zelfs in die film is het al een oude auto. En zij denkt dat ze haar bellen omdat ze... Ja. Dat ze tragisch. En hij wil haar niet... Hij is haar wel heel genegen. Tuurlijk, ja. Maar en daarin herken ik dan wel zo de Mary Pickford, het Mary Pickford gegeven ook. Omdat dus Pickford stond er in die periode ook onbekend dat ze dus regelmatig naar de studio's kwam s'avonds. Ja, ja. Om daar zo wat te gaan zitten. En gewoon in een lege set en om af en toe eens te wenen. Af en toe eens gewoon niks te doen. Af en toe te drinken, hè, wat ook de stemming was die dag. Om dat verdriet zo van een ik denk, je kunt dat niet inschatten natuurlijk, hè, maar het soort van roem en... Dat die vrouwen dan ooit gekend hebben en om dan zo een oud besje te zijn, om heel snel afgeschreven te zijn. Ja, oud besje, een vrouw van 50 jaar. Ja, op dat moment niet. Pieter was iets ouder, dus ook later. Pieter was 10 jaar ouder, maar dan nog. Hè. Ja. Zo het idee van dat alles draait door, de wereld draait door en ik zit hier nu totaal. Ja, maar die zij visit die set eigenlijk om aan hem te vragen: wanneer mag ik nou in een film, wanneer gaan we die film dan maken? En dan draait er een oudere. Ja. Dat is een mooi moment. Dat is een heel mooie scène. Ja, ja, ja. En dan ineens zit ze in het licht. En van zodra het dan ook de spot op haar komt, herkent iedereen haar. En dan herkent ze en dan is ze het ook. En vooral, maar het zijn ook allemaal oude mensen. Ja. Is dat opgevallen? Ja. Dus alle mensen, dus ook de oude extras. Alle en de mensen oude, waar ze vroeger mee gewerkt die ze nog kenden van vroeger. Ja. En die herkennen haar. Zeer mooie scène. Zeer mooie scène. En alleen al het bijna openingsshot van William Holden, die langs onder gefilmd, die is aan het verdrinken in een zwembad. Ja. Een shot langs onder en over het zwembad staan er journalisten en flikken. Ja, dat is een plaatje. Ongelooflijk. Ja. Ik heb daar echt even stilgezet. Vond ik echt te goed. Ja. Er zit ook, waar ik hier ook op gezocht, het feit dat zij op een gegeven moment zegt over die stille filmperiode: we didn't need dialogue, we had faces. Ja, ja, dat is heel veel geciteerd, maar ze zegt dat ook heel goed. Ja. We had faces, zegt ze. En dat is keigoed, hè? Ja. En dan, op een gegeven moment vraagt iemand aan haar in het wereldje: she must be a million years old. Oh. En Cecil B. DeMille, dus dat is op die set, van, hey, leeft die nog? Die moet ongeveer een miljoen jaar oud zijn. En hij zegt dan: oei, want ik zou een vader kunnen zijn, hoe oud ben ik dan wel die? Ja, ja. Ja, en dat geeft heel erg aan, en Billy Wilder deed dat dus in de jaren 50, hoe we naar mannen ten opzichte van vrouwen keken. Ja, tuurlijk. Dat vind ik echt fantastisch. Maar het is ook het idee van, hè, dus dat was een beetje het probleem. Waarom hebben die niet echt een geluids... Want het is een goede talker, hè. Dus je hoort haar spreken. Je denkt van, waarom heeft die geen geluidscarrière? Die kan fantastisch goed, hè. Ze kan praten, dat is zeker het probleem niet. Maar dat dus de associatie is zo sterk. Zeker iemand als Mary Pickford, maar ook Gloria Swanson. Dat ze zijn stille film. En op dat moment is dat medium gedaan. En ook wordt dat als albollig ouderwets, als iets raars beschouwd. Heel snel gaat dat. En zij vallen mee, weg. Het is gewoon dat ze afscheid nemen van een heel genre. Van een en de iconen van dat genre. En de iconen horen daar dan bij. En die moesten dan inderdaad mee, ja. Want ja, er zijn nog twee dingen die mij heel erg interesseren. Is het, want het feit dat die Gloria Swanson, dat was een filmster. En dat is dat hele idee van filmsterren is ook geboren toen, in die periode. Ja. De manier waarop die werden contracten kregen. Mm. Toen was je nog onder contract bij een ding. Dat is natuurlijk allemaal... Er zit er nog wel, het gebeurt nog wel. Ja. Maar dat daar werden boekjes over geschreven. Ze keken, het was wat ze aan en wat jij zegt, wat ze aan was belangrijk. Mm-hmm. Die ontwikkeling is ook in die periode. Ja, dat gebeurt allemaal in de loop van de jaren 10. Je had al een beetje zo, het sterrensysteem of sterrendom bestond dan wel ook in theater wel. Je had zo de divas daar ook natuurlijk. Hè. En in de sportwereld. Ja. En politieke vedetten. Dat is zo'n vedettencultuur die eigenlijk al wel een beetje bestond. Maar bij cinema is dat echt groot. Allee, is exponentieel groot geworden. Hè. Ja. Inderdaad. En verfijnd. Verfijnd door mensen als Swanson, als Pickford van... Wat zijn de regels? Hoe communiceer je met fans? Ja. Hoe bouw je dat op, een imago? En hoe bouw je dat op, film per film bijvoorbeeld? Hè? Maar ook inderdaad in columns die worden geschreven, of het soort van fotoshoots die je doet. Ja. Want je ziet ook echt hoe dat er dus in het begin is er een afstand tussen de fan of de filmkijker en de ster. Ja. En die wordt meer en meer, die wordt kleiner en kleiner, heel snel. Hè? Dat is heel grappig, dat is nu nog meer extremer. Maar hè? Het idee zo van binnenkijken bij en we gaan het huis binnen en in de privésfeer. Hè, wat dat we nu, Sarah doen dat nu zonder intermediary, nee, doen dat rechtstreeks. Ja, Instagram. Zijn we zelf. Een goed voorbeeld, ik ben natuurlijk ook een grote maanlanding-nerd. Ja. En, tuurlijk, logisch. Tuurlijk. En
Time Magazine, ik denk dat Time Magazine, die hadden een heel dik contract met NASA. Ja. Of wat, ik weet niet of het toen al hadden. Om bij die mensen thuis ook te gaan fotograferen. Ja, 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 ja. En, daar, de, ja. En dat was dat ook, dat was toen unheard of. Ja, het idee. Het idee dat er. Ja, en nu dat wordt steeds verfijnder, hè, door de jaren heen is dat. Ja, omdat privacy betekent toen echt ook nog iets anders. En fatsoen. En naar bepaalde dingen informeren die niet betamelijk zijn. Ja. Waar wij nu niet meer bij stilstaan. Hè, maar dit ik is, weet dat Winter Schippers, de tv-maker en de stem van Ernie natuurlijk. Die had een tv-sketch gemaakt. Waarin de, dus dat is jaren 70, misschien eind jaren 70 waarschijnlijk. Waarin de koningin aardappelen aan het schillen was. Ja. En dat was eind jaren 70. En daar was heel veel om te doen. Want de koningin was aardappel aan het schillen. Ja. Alsof ze. Op, ja, want die was dan normaal en ook aardappel aan het schillen. Dat was niet de echte koningin, hè? Dat was iemand die dat speelde. Nee. Maar het feit dat je dat afbeelde, was ja, iets. Ja, het is dat. Dus dat is heel boeiend. Nu, ik heb ook begrepen uit jouw boek dat de verhuis naar Hollywood. Ja. Dat ook eer een soort chanske was. Nu, ook voor het goede weer. Ja. Maar ook, ook omdat. Omdat de camera, vanwege camera's. Ja, ja, dus goed weer, geografie, Californië, als je dat, ja, bent daar geweest, ja, hè? Ja, ja. Dat is fantastisch, hè? Dat ben je inderdaad, alleen voor het klimaat wil je daar wonen, maar ook, je hebt zo met een beetje rijden, niet ver, kun je naar de zee, kun je naar de bergen, kun je naar de bossen, kun je naar een soort van woestijnachtig, je kunt daar stedelijke gebieden en aliens. Voilà. Je kunt dat allemaal samenbrengen. Maar dus, je had inderdaad een patent, dat was eigenlijk een soort van patent. Dat is een film van Peter Bogdanovich, Nickelodeon, dat is trouwens ook een hele leuke. Ah, dat wil ik zien. Ja, dat ik eigenlijk nog willen aanraden. Dat is een hele toffe film. Ja. Over de periode, op een bepaald moment komt er ook de première dan van Birth of a Nation in voor. Hè. Dus dan heb je zo echt goeie. En het is gebaseerd op een interview dat die Bogdanovich heeft gedaan met Alan Dwan. Die heeft twee boeken uit over. Die heeft Peter, dat is een. The Last Picture Show is een bekendste film, denk ik. Ja. En die heeft Who's in it en Who's. Oh, ja. Je hebt twee van die boeken geschreven. En heel veel interviews gedaan. Ja. En ook met John Ford, dat is super belangrijk, omdat je dan nog echt die mensen. Hoe made it en hoe zin het? Ja, zo heette die boeken van hem. En dus op basis van dat boekje, vooral dat interview met Alan Dwan, want eigenlijk alles wat Dwan vertelt, komt in dat script voor. Ja. Maar dan zie je dus inderdaad dat dus die camera's waren gepatenteerd. Als je die dus wilde gebruiken, bepaalde camera's van Edison moest je betalen. Niemand wilde dat doen natuurlijk. Nee. Ja, ze zeggen, we hebben die camera gekocht, het zal al goed zijn zeker. Ja. Maar dan kon je dus door de detectives worden onderschept en dat waren vaak Pinkerton detectives, dat waren mensen die echt, die gingen er ook hard voor. Werd je opgepakt, dan werd je camera vernietigd of je moest de boetes betalen. Ja. Dus wat gaan mensen doen? Ja, weglopen. Hè. Dus aanvankelijk cinema, want de films die je gezien hebt, zowel Suspense als Falling Leaves, zijn gedraaid aan de Oostkust, in New Jersey, meestal. New Jersey, dat was de buurt van New York. En, maar vooral New Jersey, daar waren de studios, hè, New Jersey. En soms ook in Chicago. En, maar omdat die flikken, die waren die daar veel, zijn ze verhuisd naar Hollywood, dat ook voor het weer natuurlijk. En, maar dat is super verder. Je moet al op een trein, dat is dagenlang op een trein. Ja. Dat is niet echt met vliegtuig op 4 uur. Met vliegtuigen bestond er niet. Nee, voilà. Dus dat moet, en vandaar dat ze daar ook terecht zijn gekomen. Want in het begin ging men ook wel in Florida heel vaak ook overwinteren. Hè. Dus die reden, ze moesten zonlicht hebben, omdat je natuurlijk dan minder elektrisch licht moest gebruiken of arclights. Ja, dat was ook veel goedkoper. En voilà, dus dan is men daar terecht gekomen. Want het is een heel leuk telegram, hè, van Cecil B. DeMille uit 1913, dat die stuurt naar de grote bazen. De bazen in het geld, maar nog altijd, hè, zitten in New York. Ja. Zegt van, ik heb ergens een schuur gevonden in a place called Hollywood. Is dat oké, dat ik dat voor deze maand huur? En dan kan ik van hieruit verder werken. Ja. En heeft toen gekregen. En dat is eigenlijk het start van Hollywood. Dat is toch geweldig. Ja. En dan krijg je communities, Culver Cities. Ja. Echt, zoals men ook, maar de mede vergelijking met aan de frontier in het Wilde Westen, men is daar ook inderdaad dorpen gaan creëren, hè, gaan stichten. Net zoals men dat deed toen men het Wilde Westen wilde gaan temmen. Hè, met de beschaving. In dit geval dan met filmpjes. Dat vind ik echt die dingen die mij eindeloos boeien. Over de vrouwen dan terug. Want daar hadden we het over. ik heb een paar concepten begrepen. De vamp. Ah, de vamp, Dat kennen we allemaal, maar de oorsprong daarvan leg je ook uit. Vertel eens. Ja, natuurlijk. Ja, dat is echt kort voor vampier, hè, want dat vergeten we misschien wel. Hè. Dus, voilà. Maar de echte vamps, dat is iets dat in literatuur en ook in de schilderkunst, zo'n soort van, dat was een soort van
angstverbeelding van de maatschappij over vrouwen die te veel, die een zekere macht uitoefenen, ja, over mannen. Ja. De seksuele macht uiteraard, maar meer, ja, dan dat, die hen ook financieel konden bezitten of uitbuiten. Die, ja, dus eigenlijk een soort van hypnotiserende kracht hadden en dus mannen ten gronde richtten. Ja, voilà. En as dus, they do. Maar, ja, dus niet per se met bloed drinken, letterlijk. Nee, niet maar letterlijk, dus, maar wel... Maar figuurlijk uitzagen. Figuurlijk. En je had dat ook in dans, ja, figuurlijk uitzagen. Ja. Voilà. En je had dus ook dansacts die dus rond de vampire dance waren opgebouwd. Ja. En het eindigt altijd met een soort van, hè, een vrouw die dan, zoals de incubus of zo, of de succubus, de nachtmerriefiguur, die een man overheerst. En dat is zo de angstvoorstelling van... Ja. Dat is natuurlijk een soort van maatschappelijk pendant. Hè? Zo de, ja, vrouw die plotseling zegt van ik zou eigenlijk ook wel willen gaan stemmen en ik wil graag blijven werken ook als ik, ja, getrouwd ben. En ik hola, wil rechten en plichten. Ja. En dan is van wacht. Maar ook wel geil. Ik bedoel, sexy. Tuurlijk. Dus aan, ja, de ene, ja, kant, ja, gevaarlijk, maar ook sexy. Ja, maar het werd wel ingezet als een soort van waarschuwing. Van pas op, pas op. En een gevaar, hè? Want de vrouw zelf werd wel gezien als... een soort van, ja, overdreven of een groteske of een ja, iets, ja, waar je bang van moet zijn en niet waar je naar wil streven als vrouw. Ja. En voor mannen was ze echt werd ze beschouwd als een gevaar. En de belangrijkste, of de bekendste, ik had er natuurlijk nog nooit van gehoord, ja, dankzij jouw boek heb ik heel, ja, veel geleerd, is Theda Bara. Theda Bara, ja. Theda Bara. Ja, Theda Bara. Wel, dat was een van de sterren van Fox. En het is groot geworden door vamprollen te spelen. In, ja, Fool There Was. Dat is grappig. Als je de film bekijkt, ga je zeggen van mensen... Dat is een beetje lachwekkend. En ja, je gaat dat niet ernstig nemen. Maar de film werd wel, als je leest aan de recensies, het werd wel ernstig genomen als een waarschuwing, ah, ja, voor een soort van... Hè, voor mannen die voor zich... dat soort... Maar eigenlijk, ja, het was ook weer een morele les. Hè. Dus een Victoriaanse man in een traditioneel gezin laat zich verleiden door zo'n vrouw en die wordt volledig ten gronde gericht. En dan de vrouw blijft dan alleen achter. Okay. En zelfs de kinderen die komen smeken, papi, kom naar huis. Ja. Het allemaal geen effect, want hè, de vrouw, hè, Theda Bara, is te sterk. Ja. En daar heeft ze dan... Maar dat is ook maar kort, hè. Dus die dat is zo pakt van 1915 tot 1920, dat je dat soort van overdreven, vampachtige figuur krijgt. Maar ja, dat is wel gewoon een term die we nu allemaal blijven gebruiken. Ja, zeker. En dat is langer blijven hangen dan flappers. Want flappers heb je dan in de jaren 20. Ja, ideaal, want daar wou ik naartoe. Ja. Want dat vind ik, ja, ik flapper heel graag dingen voor de camera. Ja. Maar dat is blijven, ik lees in jouw boek dat er iets bestaat als een flapperfilm. Flapper movies. Flapper. Maar flappers, het is, Dat refereert aan de kleding. Vooral aan de kleding. Ja, maar je leest verschillende dingen aan wat dat zou kunnen refereren. Maar onder andere de kleding die losser werd. Ja. De kortere rokjes, geen corsetten meer. Zo dat vluchtige, zo de flappers. Als je Fitzgerald leest, hè, dan daar komen de flappers in. Voor, ja. En dat zijn zo de iets kuistere versies van de vamps. Ze zijn iets braver. Ja. Hoewel, avontuurlijker ook. Avontuurlijker, ja. Allee, braver. Ze zijn vooral op het einde braver. Ook, zoals ook in de serials. Zijn ze gaan trouwen aan het eind. Ja, op het einde is ze van, oh nee, wat heb ik allemaal gedaan? Ik pas beginnen roken en drinken. En oh, ik vind het echt erg. En dan worden ze vergeven. Okay. Dat is dan, zo werkt dat, dan zo werkt dat. Ja. Maar wel leuk, maar ook flapperfilms zijn eigenlijk romantische comedies. Hè? Ah ja. Dus dat zijn niet die serials? Nee. Dat zijn echt romantische comedies met dan het min of meer, ja, zoals de traditionele romantische comedie, het meer conservatieve einde van, ja, het eindigt uiteindelijk allemaal wel. En dat zijn die flapper, dat zijn ook vrouwen die... Waar vluchtiger... losse vrouwen. Lossere vrouwen. Ja. Snelle wijven, losse vrouwen, inderdaad. Nu, het zijn... Ding is, Colleen Moore zegt dat ooit op een bepaald moment van... Ja, het is toch echt wel... Wat ik deed, ik toonde zo jonge mensen... Wie is daar het belangrijkste van die Colleen? Dat heb je er veel. Je hebt Clara Bow. Dat is niet Pearl White. Nee. Pearl White is Serials. Is Serials, ja. Je hebt dus Clara Bow, je hebt Colleen Moore, dat zijn de bekendere flappers. Olive Thomas, maar dat is heel triestig, heel tragisch afgelopen. Ah ja. Het was de echtgenote van Jack Pickford en is op een bepaald moment heeft hij zichzelf vergiftigd, maar dat is een... Lees het! Maar dat was een boekje, dames en heren. Nog veel zeer goede roddels en verhalen. Hè. De tijden waren zeer wild. Het zijn uiteindelijk ook de Roaring Twenties, hè, ja, tuurlijk, die we meemaken. En daar hoort daar hopen we nu ook, omdat we die nu ook hebben, de Roaring Twenties. Het is toch niet aan het gebeuren? Maar... Nog niet, maar je had ook natuurlijk in 1918 de griepepidemie. Dus het heeft even geduurd. Ah, hè. Ja. Dus daar was het ook. Ze kwamen ook uit een goede pandemie. Die trouwens nog pak erger was dan dit. Hè. Dus daar gingen vooral kinderen en jonge knappe vrouwen. Ja, maar hadden ze Mark van Rans toen? Dat denk ik niet, hoor. Dus, nee. Mark van Rans van toen. Nee, maar dat is toch grappig dat er wel echt... We hebben het nogal gezegd, en ook toen de camera even uitstond, dat er gewoon heel veel vergelijkingen kunnen zijn. Ja. Het zou voor de buitenwereld kunnen ogen als een boek van...
Ja, dat is wel lang geleden, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn zoveel parallellen te trekken. Ja. En hoe we naar bepaalde zaken kijken en hoe we denken over dingen en hoe we in de war zijn van alle veranderingen die gaande zijn. Ja, waren ze toen ook. Ja. Ja, nee, en daarom ook, dat is ook een beetje deel van de functie van het persoonlijke, waar ik inderdaad mijn hoofdstukken mee begin en eindig, mee om het relevant, een bedenking of iets dat ik nu meemaak, of zelfs een herinnering. Ik heb nog een bepaald moment, ik weet niet of je daar bent geraakt aan dat hoofdstuk, maar ik heb het ook over Kidster, die ik nog ontmoet heb toen op hoge leeftijd. Ze was nog ontzettend kwik, ze was in de 90, maar dat soort van ontmoetingen ook met dan levende filmgeschiedenis maakt... Geeft zo ineens een idee van, ja, het is lang geleden en ook totaal niet lang geleden. Nee. Dus goed, er zitten een paar generaties tussen. Maar zo lang is het nog niet geleden. En zij kon ook heel de tijd de parallellen nog trekken. Ze zegt van, ja, als ik praat met mensen en hoe ze reageren op mijn films, dat is precies zoals het vroeger was. En op dezelfde momenten, hoe fancultuur werkt, of hoe er gelachen wordt of niet gelachen wordt met bepaalde moppen. Het is alleen de media, maar de inhoudelijk is hetzelfde. Hoe, het is gewoon, het is misschien de snelheid en de directheid die groter is. Hoewel, als je kijkt... Je hebt dus dingen over kindsterren, dingen over honden, over dieren. Ja, dieren in film. Dus onder andere Rin Tin Tin is natuurlijk de grootste ster met de beste verhalen daar rond. Ja. Want dat was... Niks met Kuifje te maken. Nee, niks met Kuifje te maken. Rinty. Ah, ja, tuurlijk. Nee, totaal niks met te maken. Het was volgens Jack Warner de beste acteur van Warner, die ze ooit gehad hebben. altijd on spot. Vraagt niet voor meer close-ups ook niet. Dus ook een heel leuk ijdel. Niet ijdel. Werd toch nooit kakt wel op de set. Dat deed je Ja, maar werd wel nooit betrapt met een andere vrouw in bed. Of dronken in de berm. Misschien met een chimpansee, dat weet jij. Ja, over de chimpansee staat dan ook nog een triestig verhaal over... Dat hebben we niet gelezen. Over Joe Martin, een van de bekendste chimpansees. Het was een orang-outan, maar werd gecast als chimpansees. Dat is helemaal goed. Dat is blackface, maar op een heel andere manier. Op een totaal andere manier, ja. Maar die is dus ook op een gruwelijke manier aan zijn einde gekomen. Namelijk? Door zijn trainer. Op een bepaald moment heeft iemand gebeten. En is dan als wraak heeft zijn trainer hem al zijn tanden uitgetrokken. Nee. En dan is dat beest... Zijn trainer? Zijn trainer. Ja, dat was de man die geld aan hem verdiende. Zo moet je het zien. Hè. Het is niet iemand die voor hem zorgde. Hè. Nee. Zo. Nee, ga maar. Ja? Sorry. Nee, heeft hem dan uiteindelijk dus die tanden... Zo. En dat beest was dan gek geworden van pijn en... buiten zinnen en is dan afgemaakt. Ja. En de studio op dat moment reageerde eigenlijk met van... nu ben je wel een debiel. Je hebt net een grote bron van inkomsten kapot gemaakt. Eerder dan eigenlijk over dat dierenleed. Het gaat een beetje ook over dat soort van... Ja, vanzelfsprekend. De casual cruelty die je ziet. Hè? Zo de terloopse vreedheid waarop ze met dieren, maar ook met kindsterren omgingen. Ja. Is echt wel heel pijnlijk soms. Dat is dan dus misschien dat nu ook... wel beter. Ik hoop het, ja. Maar af en toe hoor je nog verhalen. Hè? Ja. Dus die reeks van Michael Mann, Luck, die ook gestopt, die is gecanceld, heeft moeten stopzitten. Omdat er te veel dieren, paarden zijn gestorven. Nu, paarden maken heel rap iets los, hè? In Amerika. Een paard en horse is heilig. Ja, op een keer doen ze dat daar niet. Nee, doen ze ook niet. Nee. Dat, maar eigenlijk is het wel belangrijk, hè? Het idee van... maar ook zo de regel van no animals were harmed, daar kun je dus heel gemakkelijk wel rond. Hè? Want during the production. Maar wat dat voor een productie en na een productie gebeurt, daar ben je dan weer veel vrijer in. Ah, zo heet dat. Oké, dan gaan we. Dus dan moet je die hond moet je doodmaken als eigenlijk de shooting period al afgelopen is. Ja, dan kun je dat wel doen. Of dan kijkt niemand meer om naar het beest. Ik heb dit boek niet helemaal uitgelezen. Ik heb wel nog een andere film van je moeten bekijken. Want ik probeerde te kijken hoe lang we al bezig waren, maar ik kan het niet zien. Oké. Dus ja, dat maakt het niet uit. Een andere film die ik moest bekijken... is Night of the Hunter uit 1955 met van Charles Laughton. Ja. Wat zijn enige film is. Ja, ongelooflijk. Ja, maar ook weer een fucking meesterwerk. En als ik dacht dat ik hem gezien had. Want ik denk dat een hoop mensen denken dat ze Psycho gezien hebben. Omdat je dan bepaalde scènes al gezien hebt. Ja. En dan had ik bij dit ook. Ik kende daar wel stukken van. En ik love and hate op zijn vingers. Ja. Wist ik. Maar ik had die hele film nog nooit gezien. En nu wel. En dat was een... Ook weer een meesterwerk. Ga morgen kijken. In 1955 ook. Met Robert Mitchum in de hoofdrol. Shelley Winters. En Lillian Gish. Ja, dat is de reden. Dat is de reden natuurlijk. Ja, en ook en nog wel... meer links. Ja, er zijn er nog. Ja, voilà. Dus Lillian Gish was ook een stille filmactrice. Mm-hmm. En die heeft duidelijk de stap naar sprekende film prima gemaakt. Ja, die heeft verschillende films gemaakt. Maar wel, ze heeft haar carrière altijd gecombineerd ook met theater. Hè? Dus ze is eigenlijk niet meer...
100% in het soort van grote filmster dat ze was in de jaren 20. Dat is natuurlijk niet meer geworden in die laatste periode. Nee. Maar ze is wel lang blijven acteren, nog heel laat. En heel laat, The Wales of August, Betty Davis ook nog. Hè? Ja. Dus eigenlijk als twee oude besjes. Ja. Ja, ja. Waarin ze dus alle aandacht naar zich toe trok. En dus altijd zei van, ik wil dat soort licht en dan niet. En dit soort van kader. En Betty Davis noemde haar The Bitch. Dat is vrij grappig. Hè? Zalig. Maar ze wist Film gaat over... Jongens, ja. Check die film. Er is een enorm... Als ik hem kon flapperen, deed ik het nou. Ja. Maar er is een enorm mooie Blu-ray van Criterion vanuit. Zeer, zeer straffe editie. Robert Mitchum speelt een religieuze... gevangene. Iemand die in het gevangenis heeft gezeten. En mensen... Hij is een valse predikant. Een valse predikant, dat is de juiste ding. Die van zijn celmaat hoort dat zijn vrouw geld zou hebben ergens gestopt. En hij gaat er naartoe onder valse voorwaarden, trouwt met die vrouw. Ja. En het is eigenlijk de relatie tussen hem en die kinderen. Ja, ja. Het is eigenlijk, het gaat over kinderen en toch vond ik het niet vervelend. Kinderen spelen het ongelooflijk goed. Ja, dat is waar. Ja. Dat manneke is... Die zijn gezicht speelt, boekdelen, die zegt niet veel. Speelt wel ook niet te slim. Spelen allebei hun leeftijd. Ja, ja, ja. En dan zei, want hij op een gegeven moment vermoordt hij haar zelfs. En dan ontsnappen ze. En dan komen ze terecht bij Lillian Gish. Ja, inderdaad. Een soort van moedertje gans. Zij omarmt mensen die kinderen die zonder familie zitten. Ja, ja, ja. En het periode natuurlijk, ik denk dat de periode dan ook jaren 30 is. Hè. Dus, dat ja, is het speelt dan zich zo, wel ook nog 40 voor de depressie. Ja. Hè, dus inderdaad, dan waren er heel veel kinderen zonder ouders of die gewoon niet konden verzorgd worden door de eigen ouders. Ja. En zij is dan zo'n soort van... Ze heeft een boerderijtje aan de Ohio River waar ze die kinderen dan opvangt. Ja. En ik vind die vertolking, die is ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar van allemaal, hoor. Mitchum nu, dat is sowieso one of my favorites. Ja, Robert Mitchum, die kan mij er verkeerd toe. Maar die Betty Davis ook, dat is die zit ook in een soort religieuze waanzin. Omdat haar vent was een crimineel. Wat ben ik dan? Ja, Shelley Winters doet dat fantastisch. Dat is ongelooflijk. Wat zei ik dan? Is dat Betty Davis? Ja, omdat jij net Betty Davis. Het is Shelley Winters. Ja. Shelley Winters speelt de vrouw. Die kinderen doen dat goed. En inderdaad, het is ook ingetogen. Het blijft gewoon... Het is anno nu. Het is niet overspeeld. Maar ik ga er dan vanuit dat die Lillian Gish... Dat die in de jaren 10, 20 ook overdreven speelt. En nu heel ingetogen. Niet per se zo. Ja, natuurlijk naar moderne standaard wel overdreven. Ja, voilà. Maar dat was altijd een face actress. Dus iemand die echt met haar gezicht letterlijk... Dat is ook een boekdelen spreken met haar gezicht. Ja, ja. Dus dat constant was niet iemand die stond te klapwieken of te arm zwaaien of zo. Nee, of heel grote gebaren maakte. Dus uiteindelijk, want dat is dan de naam, moeilijke figuur nu, maar Griffith. Ze heeft bij Griffith ook leren acteren. En daar is ze begonnen en daar heeft ze leren klein en natureel acteren. Dus daar heeft ze wel mee de trend gezien. Zit van eigenlijk het moderne acteren. Yes. Dus dat is niet iemand die veel heeft moeten afleren. Hè? Of associeert zo met die hele school van pantomime-achtige acteurs. En Griffith was dus echt wel een referentie, want Charles Laughton heeft blijkbaar in de voorbereiding van de film heeft hij zitten kijken naar The Birth of a Nation en naar Intolerance. Heeft hij gescreend op een nitraatkopie, want hij wilde dat soort van verwondering. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dus hij zei van, ik wil niet... Mensen gaan nu naar de cinema en die laten zich achteruit in de zetel vallen. En ik wilde ze juist op een puntje van hun stoel. Wat dat je had bij die stille films, hè, waar je dus eigenlijk zo meegetrokken wordt. Want dat is, behalve dat die actrice erin speelt, is die stille film ook voelbaar in die film. Een aantal manieren waarop bepaalde dingen in beeld worden gebracht... Er was scènes van dat bootje vaart. Ja, dat die schitterend, dingen, met die konijntjes op de voorgrond. Konijntjes en die op de voorgrond, dat perspectief. En dat zijn heel een aantal shots, een aantal kaders, zijn heel duidelijk gerelateerd aan hoe stille film is. Het is een beetje Duits expressionisme, een beetje gothic horror. Het is ook echt wel in de rare hoeken. Hoeken, dus het is West Virginia en daarna gaan ze naar Ohio, op de Ohio River. Dat is een beetje de locatie, kan je sowieso wel wat enge dingen bij voorstellen. Klopt. Maar inderdaad, dus die hoek en de belichting is heel erg contrastrijk, zwart-wit. Vandaar dat de film ook zwart-wit moest zijn. Die keuze was ook weer heel doelbewust gemaakt. Klopt. Ook om weer aansluiting te vinden. Stoort ook geen seconde, jongens. Ga gewoon kijken, want het stoort echt geen seconde. Het stoort totaal geen seconde. En ik ben ook niet de meest tolerante mens. Ik bedoel... Wist je dat niet? Maar het stoort geen seconde. En dat is echt een meesterwerk, want het blijft gewoon... Het is een film die fucking...
70 jaar oud is en gewoon nog altijd goed is. Ja, en het mooie is, ik vind het perspectief, het is echt een kindernachtmerrie. Het is een nachtmerrieachtige film. Ja, het is echt gemaakt. We volgen natuurlijk het hoofdpersonage Robert Mitchum. Ja. Maar eigenlijk kijken vanuit de ogen van die kinderen. Ja. Ja, dat is echt hun... En dat is ook, en het is ook een soort serial killer. Het is gewoon een serial killer film, hè? Ja, sterker nog, en dat weet je misschien niet... Monkeys? Maar, wat? Er wordt geen seks van de aap deze keer. Maar wel, het personage van Robert Mitchum is gebaseerd op een serial killer. En dat was een Nederlander. Dat wist ik inderdaad niet. Voilà. 3 minuten op het internet. Nu ben ik daardoor gebeten. Ja. Dutch-born American serial killer Harry Powers was de inspiration for The Preacher. Wat hij deed. En ook aan het einde van de film is er een soort volksoproering of zo. Dat is wel een Mike lynchen, hè? Dat is een lynch-ding. En dat is ook bij die man gebeurd. Dus die woonde wel in Amerika. Hè? Dus die was in Groningen geboren. Is naar Amerika gegaan. Heeft daar vrouwen voor geld vermoord. Ja. En is dan... Heeft wel zoiets Quaker-ish. Zo, ja. Zo'n soort van religieuze, protestantse overtuiging. Maar nu wil ik dus alles weten van die Herman Drent, heet die man. Of heette die man. Van 1899 tot 33 jaar geworden. 1932. Ja. Dus een serial killer met Nederlandse roots. Dus er is een Nederlandse link aan de Night of the Hunter. Hoe leuk. Wist je niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Maar ja, nee. Maar het mooiste moment vind ik daar als ze dus... op een bepaald moment zit ze met een shotgun in haar schommelstoel, denk ik. Ja. En dan zit buiten Robert Mitchum te wachten. Hij wil die kinderen, want de kinderen hebben dus het geld. Zeg niet wat het stopt is. Nee, we zeggen niet waar het zit. Maar dat kom je vrij snel terug. Ja, dat is waar eigenlijk. Hij weet het lang niet. Maar hij zingt dan de hele tijd zo'n hymne. Hè? Dus Leaning on the Everlasting Arms. En hij heeft een mooie stem. Ja. En dat is ook nog wel een leuk... misschien weet je dat ook. Of weet je dat niet? Nee, dat weet ik niet. Maar op een bepaald moment hij achtervolgt de kinderen heel dat op een paard. Ja. Ze zitten dan op het water meestal. En ze gaan af en toe aan land. Ja. En je ziet hem op zijn paard. En hij zingt dan Leaning, Leaning. Ja. En op een bepaald moment is er een shot, ze zitten op een hooizolder waar ze gaan slapen en je ziet hem in de verte en dat is een heel mooie... Het is een artificiële set, maar dat is de bedoeling, hè? Want het moet de angst, fantasie... Heeft die stille filmvibe. Ja, die nachtmerrie zijn, die stille filmvibe. En dan zie je hem daar in de verte, een silhouet, maar dat is niet de echte Robert Mitchum, dat is dus een man met dwerggroei op een klein ponytje. Dat wist ik ervan, dat stond erbij. Stond er aan lat, dat vond ik ook graag. Dat is zo een heel leuk detail. Maar dat hebben ze, en dat is ook helemaal niet zo... ik bedoel, in de film Alien hebben ze het ook gedaan. Dus hebben ze Force Perspective, kinderen in ruimtepakken gedaan... Ja. Zodat het leek alsof dat volwassen waren. En blijkbaar is er ook een stand-in hond geweest voor de Cat Jonesy op een bepaald moment. Echt? Ja. Gaaf. Als hij heel bang moet zijn wegvluchten van de alien op het einde, dan is dat een stand-in. Ja, dat heb ik mij ook laten vertellen. Dat is goed. Wat ook, het is natuurlijk ook ik ben vergeten hoe het personage is, maar die Lillian Gish, dat is ook gewoon een hele sterke vrouw. Ja, zeker. Ook in de jaren 50 al. Ja. En het feit dat die Charles Laughton, dat hij maar één film gemaakt heeft, dat is echt een schande. Ja, dat is een acteur, hè? Ja, we kennen hem van Spartacus en Mutiny on the Bounty, blijkbaar. Onder andere, ja, maar groot Shakespeare-acteur eigenlijk vooral. En eigenlijk wilden ze voor de rol eerst Laurence Olivier natuurlijk, omdat hem die dan goed kende. Ja. Ik ben blij dat ze voor Mitchum zijn gegaan. Dat is een heel ander smaakje. Dat zou helemaal anders geweest zijn. Dus goed dat ze Mitchum... Nu, Laurence Olivier kan niks verkeerd doen, maar Mitchum klopt in die setting inderdaad in mijn hoofd wel beter, ja. Ja. Ja, ik denk dat ook dan de basis heeft gelegd voor die latere rollen, zoals Cape Fear en zo. Ja, dat zit eigenlijk allemaal aan, dat begint hier. Ja, dat is echt ook een meester. Als mensen nu één, want ik heb er twee kort gezien en dan deze twee. Ja. Als er nog mensen nu nog één lange, stille film moeten kijken, wat is dan jouw absolute favoriet? Dat is heel moeilijk. Ik ga er een paar noemen, hè, maar ik ga eerst zeggen... Wie toevallig Sunset Boulevard in de cinema wil zien, nu, 20 november, zaterdag 20 november, is dat te vroeg? Ik weet niet of dit dan al online is, maar goed. Ja, dan heb je het net gemist. Dan heb je het net gemist, kon je in Leuven in Cinema Z naar Sunset Boulevard gaan kijken. Ja, dat wordt daar vertoond. Maar dus, stille film, ik kan dat van elke acteur zeggen. Ik zou van Pickford zeggen, kijk naar Daddy Long Legs, dat is een hele interessante film. Daar heb ik een stuk van gezien, heb je helemaal gezien? Manhandled met Chloe Swanson is super grappig. Het was echt een groot comedienne
ook. Ze is heel geestig. In de films is het Boulevard toen ze eventjes Chaplin imitatie na, dat ze ook in die Manhandled. Dat was al een tweede keer dat ze dat doet. Dat zijn eigenlijk heel toffe films. The Big Parade, omdat dat gewoon film over de Eerste Wereldoorlog en dat is ongelooflijk knap. Ongelooflijk meeslepend. The Crowd. Ik ben nu alleen maar Amerikaanse voorbeelden aan het geven. Shoes, zoals ik net zei, van Lois Weber. Maar ook The Blood van Lois Weber. Want ik ben het alweer vergeten. Ik ga even noteren. Hoe heet je nou die, die vrouw die eigenlijk met Chaplin en Keaton op één rij staat? Anna Q. Nielsen. Die in de film in Sunset Boulevard? Nee. Mary Pickford. Of? De comics actrice. Ah, Mabel Normand. Mabel Normand. Wat is die de bekendste film? Die heeft niet veel lange films gemaakt. Mickey is haar een bekendste. Die kan je nog wel vinden. En heel veel shorts vooral. Dus heel veel staat heel veel op YouTube, hè? Ja, heel veel. Maar de kwaliteit is dan zo slecht. Niet altijd even goed. Nee, en dat is zo jammer, want dan is je ervaring daarvan altijd anders. Van die twee kortfilms, van die suspense en follow-ups, heb ik twee goede kwaliteiten gevonden. Goede kwaliteiten. Ja, die er ook nog niet zo lang op staan en door iemand erop gezet die er iets van kent. Vaak ook door pianisten die daar dan mooi begeleiden. Want soms kan je het ook met vreselijke begeleiding vinden. Dat moet je ook jezelf niet aandoen. Dus inderdaad, Mabel Normand is wel de moeite. Maar dat is ook tragisch. Je eindigt tuberculose, jong gestorven. Een leven van verslavingen en bon. Dat is met filmsterren vaak zo, toch? Dat is niet alleen zo. Ja, zeker. Wat is het volgende boek? Wat is je volgende boek? Dat weet ik nog niet. Maar ga je er een maken? Ik wil graag nog... Ja, ik wil een ander boek schrijven. Je hebt je nu heel erg verdiept in dit. Ja. Is dit dan jouw dingetje? Of zeg je, het kan ook over aliens in de jaren 70? Als het over films zou gaan, kan dat even goed doen. Mijn droom is om een boek te schrijven over Burt Lancaster. Dus dat zou een filmboek zou boek 2 zijn. Of over de Western zou ik ook heel graag gewoon Ben je gewoon een Western fan? Gigantisch grote Western fan. Ja, absoluut. Dus dat zou kunnen, Het aardige van Western is dat er zijn nooit blockbusters van meer. Maar er worden wel nog altijd Westerns gemaakt. En die zijn bijna altijd interessant. Nu, hè? Ja. Films die nu gemaakt worden. Omdat dat zijn vaak passion projects van die regisseur, weet ik van wat. En dan is dat vaak ook goed. Want ik bedoel, science fiction... Ja, de Marvel blockbusters zijn ook science fiction. Ja. Dus een goede science fiction film is best wel zoeken tussen het grote hoeveelheid. Bij westerns is dat heel vaak gewoon nog altijd een goede film. Ja. Maar er worden minstens evenveel goede science fiction films gemaakt. Alleen tussen al die brol is dat moeilijker te vinden. Ik bedoel, een Moon. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Nee, dat klopt wel. Ja, dat is minder. Nu, er zijn ook niet elke western is goed, hè, maar je hebt al op zijn minst de fotografie. Je hebt het interessant hoe gaan ze met de conventies om. Je moet daar altijd wel... Elke nieuwe western gaat altijd daarop verder inpikken. Hoe gaan we daar nu... Hoe gaan we daarmee om? Soms een beetje te veel. Is het een soort nieuwe versie van Unforgiven. Dus Unforgiven is wel een soort mijlpaal van de late westerns. Ja, inderdaad. Waarin dat dan machismo of de mythe van de cowboy al op zijn minst in vraag wordt gesteld. Maar dat wordt al vroeger ook gedaan, eigenlijk. Jawel. Niet de eerste. Maar, want zelfs Eastwood had het al eerder gedaan. Ja. Maar het feit, dat is wel een soort... Ja, alles wat daarna komt, is daar wel een beetje schatplichtig aan. Ja. Ja, veel mensen hebben ook gewoon gezegd dan, precies van... Ja, dit is aan het einde. Goed, we hebben het nu afgerond. Dat Unforgiven de laatste western was. Snap ik wel. Want een die ik nog niet gezien heb, om dan weer de Hollandse ding te trekken, is de Brimstone. Ja. Dat heb ik nog niet gezien. Ik heb het wel gezien. Niet? Te depressief of niet goed? Of... Martin Koolhoven heet Martin Koolhoven, een groot cinefiel, hè, waar ik erg... Die is een tv-ding over... Erg leuk man. Zeer Ja, goed. Nee, ik was niet mee. Maar bon. Hij ligt thuis klaar en hij ligt onder de net met Sandra Bullock. Die moet ik even bekijken. Ja. Ik klikt op het icoontje en dan gaat het... Iedereen moet Mooi Zijn en Zwijgen kopen in de winkel of via bol.com of whatever. Of kunnen ze het op je website of liever... Ik heb geen website. Je hebt geen website? Nee. Anke Brouwers, Mooi Zijn en Zwijgen. Ik heb hem nog niet helemaal uit, maar ik ga hem wel uitlezen. Het is echt boeiend, het is ook goed geschreven. Het enige wat ik niet snapte is waarom alle Engelse zinnetjes in het Nederlands vertellen. Alle Engelse titels in het Nederlands vertellen. Ja. Wel, de reden was eigenlijk om af en toe de knulligheid van het soort van titels, om die mee te geven. Het is eigenlijk niet nodig, I know. Nee. Maar tegelijkertijd vond ik het wel iets zeggen over in het begin dacht ik van, klinkt. Die zullen uitgebracht zijn onder die titel. En toen dacht dat klopt niet meer. Nee. En als het tekstje is, snap ik het. Ja. Maar titels zijn titels. Ja, dat is waar. Dus dat was mijn enige puntje van kritiek. Puntje van kritiek, goed. Nee, goed, maar goed. Voor de rest, ik vind de persoonlijke touch ook heel erg fijn. Mm-hmm. Ik lees graag over film, maar ik vind het ook leuk om jouw
gevoel erbij te lezen. Ja, ja, ja. Ja, anders, je kan wetenschappelijk werk lezen over deze periode. En dit is natuurlijk niet. Dat is geen, het is een boek dat niet... Allee, het is op wetenschap, uiteraard. Het is gebaseerd, maar het is niet een academisch boek. Het is een persoonlijk boek. Nee, en het leest ook gewoon fijn. Dat is fijn om te horen. Dus iedereen moet het kopen. Voilà, mooi zijn en zwijgen. Ook een toptitel, hè? Ja. En ik bedoel, voilà. Heeft iemand dat ooit tegen jou gezegd? Nog niet. Nou, ik ga het ook niet doen, hoor. Behalve nu. We gaan zwijgen. We gaan gewoon mooi zijn en we gaan zwijgen. Exact. Anke, enorm bedankt voor het gesprek. Hetzelfde, dank je, Fokke.